van de gemeenteraad van Hardenberg. Van harte welkom. Ook een woord van welkom aan de mensen op de publieke tribune en de luisteraars thuis. Een woord van welkom aan de media die ons hier volgt op deze raadsvergadering van dinsdag 8 november 2016. Ik open de raadsvergadering die in het teken zal staan van de begroting 2017 meerjarenraming en wat daarbij hoort. En ik doe mededeling van afwezigheid van de heer Mulder van de Partij van de Arbeid-fractie, de heer Kloekhorst van Op Koers.nu en de heer Bak heeft aangegeven dat hij later zou arriveren. Voor de overige heb ik geen mededelingen te doen. Vaststelling van de agenda. Kan deze agenda uw goedkeuring wegdragen? Dat is het geval. Akkoord. Dat brengt ons bij agendapunt 3. Het spreekrecht over de agendapunten. En we hebben een inspreekster, heeft zich gemeld. En zij zou graag het woord willen voeren. Mevrouw Eksterkaten van de coalitie Balkbrug 2025. Ik zou haar graag de gelegenheid geven om haar inbreng hier te doen. Ik heb begrepen dat er ook een presentatie bij is. U mag spreken vanaf de spreekgestoelte. En de presentatie zal ook op het grote scherm te zien zijn. En ik zeg er nog maar even voor de helderheid bij. U heeft maar liefst 5 minuten voor de presentatie. Veel succes. De tijd gaat nu in. Dan druk ik op staan. Dank u, voorzitter, leden van de raad. Ik spreek vandaag namens de coalitie Balkbrug 2025 in mijn dorp Balkbrug. En ik deel met u het verhaal waar wij de afgelopen jaren en komende jaren aan bouwen in het dorp. En dat is veel tijd en dat doen we in 5 minuten. En in de context van het onderwerp van vandaag, de begroting, vragen wij juist vandaag aandacht voor dit verhaal. Omdat we graag met u de krachten willen bundelen op de bestuurlijke vernieuwing die zich op dit moment in Balkbrug voltrekt. En in het bijzonder in relatie tot de begroting vragen wij uw creativiteit en flexibiliteit bij het inzetten van vastgestelde budgetten. Voor komend jaar en ook zullen we hier alvast op voorsorteren voor de kaderstelling later in het voorjaar. Laat mij ons uw verhaal toelichten. Als u recent nog over onze kruising bent gekomen, dan heeft u in 1 oogopslag gezien wat de uitdaging is voor ons dorp. Leegstand, bijkomende verpaupering, zwaar weer voor ondernemers. En een centrum wat wel wat meer identiteit kan gebruiken en ruimte voor ontmoeting. Om vitaal te blijven voor de toekomst. Maar er liggen ook enorm grote kansen. We zijn heel bijzonder eigenlijk in Balkbrug. Om die reden ben ik zelf ook terugverhuisd na 18 jaar. Met aan de ene kant het unieke Reesdal, waar momenteel 2,7 miljoen euro in wordt geïnvesteerd. En aan de andere kant de Ommerschans. U kent het, in de aanloop voor notabene UNESCO Werelderfgoed. We hebben waardevolle historie en natuur, niet alleen voor ons dorp, voor de hele regio. En misschien is de beweging onder de bevolking die gaande is nog wel de meest bijzondere en ook waardevol. Er wordt heel intensief met elkaar gebouwd aan het dorp. Dat deden wij vroeger al, zoals u kunt zien op deze foto uit de oorlog. Maar u kent het ook van het verhaal van de Diamanthal, hoe die is ontstaan. Het Trefpunt, het zwembad en de vele grote evenementen. En dan doe ik nog veel zaken tekort. Nu de aankomende onderdoorgang, die provinciaal wordt ingezet, letterlijk Noord en Zuid weer met elkaar gaat verbinden, is het nu een cruciaal moment om krachten nog meer te bundelen. Wat een kans voor het dorp. Maar ook wat een kans voor u als raad en als gemeentelijke organisatie in de zoektocht die u momenteel doorgaat in tijden van decentralisatie, transformatie en onder meer de komst van de nieuwe omgevingswet. Wij willen u de hand reiken, want als de participatiemaatschappij ergens lukt, dan is dat wel in Balkbrug. Wij hebben de handen ineengeslagen als coalitie Balkbrug 2025. We zijn een beweging van ruim 500 mensen en we hebben een vertegenwoordiging vanuit leden van plaatselijk belang, ondernemersvereniging Balkbrug, stichting Infobrug en diverse enthousiaste inwoners van binnen en buiten Balkbrug. Wij bouwen samen vol vertrouwen bruggen voor een toekomstbestendig dorp.
En naast al het goede werk wat er sowieso al gebeurt door allerlei partijen in het dorp, is daarnaast het ons samen al gelukt om daarmee in zeer korte tijd momentum te creëren voor de toekomstvraagstukken. Wij starten in 2014 met diverse kleine groepen en projecten. In 2015 was er behoefte om groter te gaan en dat werd een zeer succesvol dorpsgesprek. Er gingen 5 focusgroepen vervolgens aan de slag met allerlei onderwerpen. Er kwamen ontmoetingsbankjes, klein project, maar zeer belangrijk als symbool voor de ambitie om naar een zeer vol centrum te komen. We zijn zeer goed van start met de jeugd betrekken, want de jeugd heeft de toekomst. We hebben onze eigen stoep aangelegd, samen met inwoners uit het dorp. En we zijn samen opgetrokken in het dossier richting de onderdoorgang. En ook een heel mooi mijlpaal is de ontwikkeling van een hypermodern informatieplatform in Balkbrug, waarmee we alle inwoners multichannel kunnen bereiken en op de hoogte stellen en met elkaar het gesprek aangaan digitaal. En ons grootste project is de dorpsvisie, waarin we met veel onderzoek 6 denktanks met experts binnen en buiten het dorp samenwerken. Als je een gedeeld doel hebt en gedeelde waarden hebt, kun je ook met elkaar samenwerken. En inmiddels zijn we klaar om 3 perspectieven op 22 november te presenteren en in het hele dorp, met het hele dorp in gesprek te gaan, om van daaruit 1 visie te presenteren op een nieuwjaarsreceptie in 2017. U bent op beide evenementen van harte welkom. Vaak is ons te horen gegeven: mensen, dit gaat jullie niet lukken. Dit is niet realistisch of het moet realistisch blijven. Wij, en dat is een hele grote groep in het dorp, wij geloven er wel in. En volgens ons is dat het ingrediënt om bestuurlijke vernieuwing te organiseren op een niveau waar de rest van Nederland jaloers op zal zijn. En omdat u het vandaag over de begroting heeft, delen we u de belangrijkste prioriteiten alvast. We hebben een grote ambitie om een sfeervol centrum te maken. Als we toch de schop in de grond zetten voor een onderdoorgang, laten we die kans dan pakken om meer zaken op te pakken. Wat kunnen we doen om ondernemers mee te laten ontwikkelen in dit traject? En wat doen we met de witte vlekken, waarvan we nu al weten dat ze over een paar jaar gaan ontstaan? Fusie van scholen bijvoorbeeld. Wat blijft er open? Wat gebeurt er met takens? En hoe zit het met andere eigenstandige bouwprojecten van projectontwikkelaars? Dat zijn voor ons prioriteiten. En daarnaast hebben we geld en netwerk nodig van u en andere partijen om de dorpsvisie op niveau af te maken en vervolgens ook met elkaar te realiseren en met hulp van regisseurs. Onze boodschap, ik rond af, heer de voorzitter, het is nu of nooit voor Balkbrug. Er ligt nu een kans om de waarde die is gecreëerd te benutten en ook een kans om uw euro's zeer doelmatig en doeltreffend te benutten door onder andere de komst van de onderdoorgang en de mensen die al zijn gemobiliseerd. En tegelijkertijd kunnen wij helpen, u helpen, met elkaar samenwerken om de bestuurlijke vernieuwing te versnellen. Die kans is er nu en niet later. Meneer de voorzitter, u heeft mij een tijd geleden de prijs van gewoon doener uitgereikt. Dat is overigens een prijs die ik namens het dorp in ontvangst heb genomen. U sprak daarbij de woorden: alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dat geldt ook voor u en ons als dorp. En wij trekken samen graag met u op in deze tijden van verandering. Ons motto: laten we het gewoon doen. Dank u wel voor de aandacht. Dank u wel voor uw bijdrage namens het dorp Balkbrug. De plannen, de ideeën, wat er gebeurt allemaal. Mooi om te horen. Ik kan me voorstellen dat het misschien een vraag oproept bij de leden van de raad. De heer Stelpstra zie ik, mevrouw Van der Hoek, de heer Rodemond, mevrouw Luiten, de heer Stelpstra. Prachtige bijdrage, mooi om te zien dat er zoveel gebeurt in Balkbrug. Maar voor een gedeelte wisten we dat al. U roept ons op om bij te dragen aan de ontwikkelingen binnen Balkbrug. Nou gaan we het vanavond over de euro's hebben en ik ben wel heel erg benieuwd aan wat voor bijdrage u denkt qua omvang. Hier had ik ook 5 minuten voor, begrijp ik. Ik zal het u kort houden, maar u praat wel met een ondernemer. Ik begin dus altijd even met de
opmerking ook, wat is eigenlijk de waarde van dit verhaal en wat gaat het vervolgens kosten? Er zit ontzettend veel waarde in als we deze dorpsvisie met elkaar hebben gerealiseerd, wat zich op langere termijn gaat terugbetalen, waarmee u als gemeente ook kosten gaat besparen. Het traject tot nu toe heeft al allerlei kosten bespaard. We hebben voor de korte termijn, en dat zal mogelijk niet meer binnen uw begroting van nu passen, wel een bedrag van ongeveer 50.000 euro nodig om zaken op niveau en met betrokkenheid te organiseren. Op langere termijn willen we juist heel graag in gesprek om in meer detail vast te stellen welke bedragen zijn er precies nodig. En heel graag voor het voorjaar. Is dat een antwoord voldoende? Deels, maar in principe vraagt u nu voor de korte termijn zou u 50.000 euro nodig hebben. Als u dat heeft, zouden we daar heel gelukkig van worden. We zijn ook op andere manieren bezig om deze gelden te werven. Oké, dank u wel. Akkoord, dank u wel. Mevrouw van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Prachtig voorbeeld van inderdaad gewoon doen en vooral ook samen doen. U gaf ook iets aan over creatief en flexibele vormen van financieringen die wij zouden kunnen doen naar dit huis. Kunt u aangeven hoe u dat dan ziet? Dank u wel voor deze vraag. We hebben dit gesprek ook gevoerd met de provincie. Wij zijn uitgekozen tot bestuurlijk experiment onder voorzitterschap van de commissaris. Vijf kernen in Overijssel zijn uitgenodigd om met open vizier met elkaar te gaan verkennen. Hoe kunnen we andere manieren van financiering bedenken? En daar is een team van ambtenaren actief in de provincie om voor ons te gaan verkennen. Kunnen we op een andere manier bijvoorbeeld toegekende budgetten inzetten? Als u bijvoorbeeld gelden voor de zorg in Balkbrug vrij heeft gemaakt, maar ook voor scholen en ook voor duurzaamheid, welke creatieve slag kunnen we daarin slaan? Als wij bijvoorbeeld op dit moment bezig zijn met het fuseren van twee scholen. Ik heb het antwoord ook niet precies, maar dat is het leuke van bestuurlijke vernieuwing, dat we daar nog samen in kunnen ontdekken. Voorzitter, mag ik een aanvullende vraag hierop stellen? Ja. Als in dat bestuurlijk experiment op provinciaal niveau wordt gekeken over hoe financiën flexibel in zouden gezet kunnen worden, is het dan niet logischer dat u de vraag om middelen bij ons neerlegt pas wanneer daar ook antwoord komt, zodat wij daarop aan zouden kunnen sluiten? Is dat niet logischer? Ik kan u niet zeggen dat ik die wegen zo goed ken samen met onze groep, onze coalitie. Wat we wel horen is dat ook de gemeente, de provincie aangeeft dat dat het ook in samenwerking met de gemeente loopt. En dat zo voelt het voor ons. Ik kan u daar niet specifieker een antwoord op geven. Akkoord. Dank u wel. De heer Roldemond. Voorzitter, dank u wel. Een aantal vragen is al gesteld door voorgangers in dit gesprek. Bijvoorbeeld de vraag, wat vraagt u exact? Financieel is dat mij nu duidelijk. Heeft u daar in aanvulling daarop nog andere vragen aan deze gemeente? U vraagt bijvoorbeeld in uw inleiding om creativiteit ten aanzien van deze begroting. Is het naast geld ook nog iets anders wat u aan ons wil vragen? Dank u wel voor de vraag. Het is ook een vraag inderdaad waar ik graag nog wat op toelicht. Geld is één waarde, maar er zijn natuurlijk andere waardes waar we ook graag gebruik van maken. En we zouden heel graag de kracht ook van dit netwerk en van het netwerk van de gemeente gebruiken om de middelen te vergaren die we nodig hebben. Dus dat netwerk is ook een waarde. Akkoord. Mevrouw Luiten. Alles wat ik wilde weten is al aan bod geweest. Dank u wel. Mooi. Anderen nog? De tweede ronde, de heer Stelpstra. Kort, en dan stel ik voor dat af. Dank u wel, voorzitter. Mooi voorbeeld is dit ook. Wij zijn een maatschappelijk initiatievenfonds gaan we bij deze begroting instellen. En ik kan van harte bij u aanbevelen. Dat hebben we juist ingesteld om dit soort initiatieven een financieel steuntje te geven. Dank u wel. Goed, dan wil ik u bedanken voor de inbreng en de presentatie over de plannen die in Balkbrug vanuit de samenleving op dit moment gemaakt worden. Ik wil jullie ook heel veel succes daarbij wensen bij het verdere vervolg. Mooi onder de aandacht gebracht hier van deze gemeenteraad. Dank daarvoor. Ik stel voor dat we even de vergadering kort schorsen.
om het materiaal van het spreekgestoelte even weg te halen, zodat niets deze raad in de weg staat om de begrotingsbehandeling een aanvang te nemen. De vergadering is voor een enkele minuut geschorst. Goed, ik heropen de vergadering. En vervolg met agenda punt 4, de actuele vragenronde. Wie wenst gebruik te maken van de actuele vragenronde? De heer Breukeman. Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals we hebben kunnen lezen in diverse media over de tolheffing op de Duitse snelwegen, die lijkt er nu toch te komen. De Duitse minister van Verkeer gaat ervan uit dat Duitsland en de Europese Unie deze maand nog tot een overeenstemming komen. En die tolheffing heeft gevolgen voor het vrije verkeer van mens en goed en raakt daarmee ook aan de werkgelegenheid in de grensstreek. En steeds meer Twentse bestuurders steunen de burgemeester van Losser in zijn verzet tegen de Duitse tolheffing. En ook de EU-regio lijkt te gaan acteren in deze problematiek. En mijn vraag aan het college is, is het college bereid om zich aan te sluiten bij de Twentse initiatieven tegen de tolheffing? En wilt u zich ook hier sterk voor maken, ook binnen de EU-regio? Ja, dank voor de vraag. Actueel thema die volop in de belangstelling op dit moment staat. En ook wij hebben gezegd vanuit het Hardenbergse, zoals we dat eerder ook hebben gedaan met de actie rondom de stickers, zeg maar. Wij doen hier volop aan mee. Maar we hebben ook gezegd, laten we het vooral in gezamenlijk verband doen. En u noemde zelf net al de EU-regio. En dat is een heel mooi gremium waarvan wij ook lid zijn, waarvan we ook de vorige keer, zeg maar, gezamenlijk hebben opgetrokken en aandacht gevraagd voor het vraagstuk om in ieder geval ook in die grensregio's vrij verkeer mogelijk te houden. In ieder geval zo optimaal mogelijk te laten zijn. Dus ook vanuit Hardenberg doen wij mee. Volgende week is er een bijeenkomst van de EU-regio-raad en daarin komt het thema tolheffing aan de orde. Dan zullen wij ons zeker onze inbreng hebben. Nou, wat ook belangrijk is, is om te melden dat ook vanuit het kabinet minister Schulz ook heeft aangegeven hier ook aandacht voor te willen vragen, kijken of dit nog ongedaan gemaakt kan worden. Dus we gaan, het spel is weer opnieuw op de wagen, heb ik vanmiddag ook tegen de journalisten gezegd. En dat betekent ook dat wij daar ook op die wagen volop mee gaan doen. Akkoord? Akkoord, dank u wel. Komen wij bij de bespreekstukken van vanavond. Er zijn de bestuursrapportages aan de orde, de grondexploitaties aan de orde en de begroting. De meerjarenbegroting en daarnaast nog de afronding. We hebben eerder afgesproken met elkaar dat we een aantal termijnen zullen nemen waarop we dat doen. Ik wou voorstellen om eerst natuurlijk volop de gelegenheid te geven voor algemene beschouwingen. In volgorde van grootte van de partij. En in de tweede termijn u de gelegenheid geven met elkaar daarover in debat te gaan. En dan een korte schorsing te doen en in de derde termijn na de schorsing het college de gelegenheid te geven om te reageren. Waarna vervolgens weer het woord is aan de gemeenteraad om het geheel af te ronden. Dat is ongeveer het plan van vanavond. En met u goed, met uw instemming zou ik dat zo willen doen. Dus de algemene beschouwingen zullen in één keer worden gedaan. Waarna de besluitvorming uiteindelijk plaatsvindt over de afzonderlijke onderwerpen waarbij eventuele moties, amendementen, als die er zijn, behandeld zullen gaan worden. Op volgorde van grootte wil ik als eerste gelegenheid geven aan de fractie van het CDA. Het woord is aan de fractievoorzitter, de heer Breukeman. Dank u wel, voorzitter. Voor ons de begroting 2017. Een begroting die de laatste jaren steeds transparant is geworden en helder leesbaar. Onze dank daarvoor aan de organisatie. Wat ook opvalt is het feit dat een groot of substantieel, zoals hier vaak genoemd wordt, deel van het coalitieprogramma 2014-2018 is uitgevoerd. En dat hebben we toch maar mooi met elkaar bereikt. Maar natuurlijk blijven er ook aandachtspunten in het Hardenbergse. De discussie rondom het financieel beleid en de financiële positie is ons niet onopgemerkt gebleven. Maar voor het CDA is het helder. Wij willen een meerjarenbegroting die structureel positief is, zoals dat van behoorlijke overheidsfinanciën mag worden verwacht.
Ombuigingsvoorstellingen en grote investeringen kunnen nu immers flink drukken op de incidentele resultaten. Maar daarvoor is voldoende buffer in de algemene reserve beschikbaar. En natuurlijk is het goed om positief te begroten, maar structureel houdbare financiën staan wat ons betreft voorop. Wel volgen we de financiële discussies hier met graagte en we blijven ook graag met de collega's in gesprek. Maar of die discussie nu ook de resultaten ten goede komt, voorzitter, ja, dat is een interessante vraag. Want in 2010 begrootte deze raad positief, in 2011 positief, weliswaar meerjarig naar nul, 2012 was sluitend, 13 positief, 14 positief. Maar sinds de discussie hier ontstaan is, wordt er met een incidenteel negatief resultaat begroot, 2015, 16 en 17. Zou er sprake zijn van een correlatie of van een kausaal verband zelfs misschien? Gelukkig zijn wij dan ook met de sluitende meerjarenbegroting, die zelfs op een overschot van 2,2 miljoen afstevend. Toen enige jaren geleden de financiën in dit land hevig onder druk stonden en dit ook de nodige doorwerking richting de gemeenten had, hebben wij hier een pakket van maatregelen met elkaar afgesproken. Een pakket waarvan het grote merendeel is uitgevoerd. Als volksvertegenwoordigende fractie wil het CDA de begroting beoordelen in het licht van lastenontwikkeling voor onze inwoners en bedrijven. De gemiddelde lastendruk is in de afgelopen jaren flink gestegen, als gevolg van het beleid van de landelijke coalitie van VVD en Partij van de Arbeid. De keuze is geweest om dit landelijk beleid zo beperkt mogelijk af te wenden op de inwoners, maar omwille van noodzakelijke investeringen in sport, infra en maatschappelijk domein zijn er toch verhogingen doorgevoerd. En nu de gemeentelijke financiën beter op orde zijn, vinden wij het nadrukkelijk onze taak om lastendruk tegen het licht te houden. En in dat kader is de OZB een belangrijke factor voor ons, omdat deze richting een bovengemiddeld niveau gaat en de afgelopen jaren al stevig is verhoogd. Nieuw is het punt niet, want we hebben al tijdens de behandeling van de begroting 2016, in november 2015 dus, en tijdens de kaderstelling in juni, fors op dit punt ingezet. En nu we meer dan een jaar de risico's hebben beschouwd, is voor ons de tijd gekomen om in actie te komen. En we willen daarom een volgende verhoging van de OZB tegengaan. En dienen daarom het volgende amendement in. Besluit. De in de begroting 2017 opgenomen verhoging van de onroerend zaakbelasting van 550.000 euro niet door te laten gaan. De minderopbrengsten te laste te laten komen van de reserve afvalstoffen. En de hiermee te besparen onroerend zaakbelasting op gemeentelijke gebouwen van 30.000 euro in te zetten voor de verlaging van de hondenbelasting. Akkoord, dat wordt amendement nummer 1. Fijn. Wij denken dat deze maatregel vanaf 2018 structureel kan worden ingeboekt en willen nu de verhoging voorkomen om zo tot een consistent belastingniveau te komen. Lichtpuntjes zien wij bijvoorbeeld al op de posten en leesjes en de reserve riool, waar we tijdens de kaderstelling in juni verder op in willen steken. En tevens leidt het nu verhogen van de OZB tot een lagere niet benutte belastingcapaciteit. Voorzitter, dat moeten zij die met doemscenario's in het achterhoofd de financiën beschouwen toch zeker aanspreken. En wanneer de wethouder financiën als Tweede Kamerlid naar Den Haag gaat, kan hij daarvoor ons de systematiek van trap op, trap af waarborgen. Dus dan komt het allemaal in orde. Afijn, het behoeft daarmee ook geen inleiding meer dat wij willen kijken naar de hondenbelasting, nu de landelijke trend lijkt te zijn dat deze gaat sneuvelen. Los van de inhoudelijke argumentatie vinden we dan ook goed om financiële redenen alvast hierop voor te sorteren. En ik heb sterk het vermoeden dat een collega raadslid zo dadelijk de verdere motivatie zal aangeven, inclusief een amendement. 14 dagen geleden hebben wij hier een motie van de Partij van de Arbeid aangenomen om snel te komen tot een aantal structurele maatregelen voor de minima in onze gemeente. Volgend jaar komt er vanuit het Rijk financiering voor deze groep. Als CDA hebben wij toen aangegeven dat wij graag incidentele gelden willen inzetten om nog dit jaar met dit beleid te beginnen. Om zo ook de minima gezinnen met kinderen te ondersteunen. Het is een belangrijke pijler.
En enkele fracties reageerden hier fel op door grote woorden als verkiezingsretoriek in de mond te nemen. Voorzitter, voor wie denkt dat een dergelijke spanningsboog tussen oktober 2016 en maart 2018 gestand blijft, wil ik de masterclass Strategie, Beleid en Maatschappij aanraden. U kunt hiervoor vanaf 15 december bij de Universiteit Twente terecht. Maar mocht het niet duidelijk zijn, dan wil ik ook in heldere bewoording nog wel aangeven afstand te nemen van deze woorden. Woorden die geen recht doen aan de zuivere intenties van diegenen die in onze fractie het sociaal domein behandelen. En ook nieuwe wensen van andere partijen worden door ons zo niet betiteld. Althans niet in dit stadium. Wij betreuren het dan ook zeer dat er in deze raad geen meerderheid was om iets voor die gezinnen met kinderen te doen. Maar mocht u met hernieuwde energie toch positieve gevoelens hebben ontwikkeld op dit punt, dan daag ik u uit om dat nog deze vergadering te realiseren. Middels een raadsbrede motie bijvoorbeeld. Vanuit het sociaal domein willen wij ook kijken naar het inclusiebeleid en hier dit nogmaals benadrukken. Het college denkt daar geen aanvullende middelen voor nodig te hebben. Wij verwachten daarom van het college ook een duidelijk plan van aanpak tijdens de kaderstelling. Voorzitter, ik ga door naar duurzaamheid. Duurzaamheid gaat wat ons betreft ook verder dan alleen duurzame productie en energiebesparing. Ook bijvoorbeeld sanering van asbestdaken draagt bij aan een duurzame samenleving. Ook innovatieve verlichting, zowel in buitengebied als binnenstedelijk, past hierbij. Of een goede infrastructuur in openbaar vervoer of digitale snelweg. Kortom, duurzaamheidsbeleid kijkt naar de huidige behoeften die de mensen op aarde hebben en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden, zonder dat de mensen het milieu of economie in gevaar komen. Er is nog veel uit te werken en te kaderen op dat gebied en daarom voor ons te vroeg om nu al te komen met financiële budgetten. Blij zijn wij met de aanleg van het glasvezel in het buitengebied in de welbekende 4%, is een zorgwekkend punt. En goed dat het college hier 2 ton voor wil inzetten. Maar daarmee kan de helft van de problematiek worden opgelost en we blijven aandacht vragen voor de laatste 2%. Op het gebied van onderwijs zitten we mooi op de rit, zowel voor de basis als voor het voortgezet onderwijs. Wel vragen we nog aandacht voor Pro Hardenberg. We zouden graag duidelijkheid voor hen willen over het tijdspad waaraan zij moeten denken bij een al dan niet gedeeltelijke nieuwbouw. Voorzitter, tot slot vraag ik aandacht voor de ontwikkelingen van de centrumgebieden. Hardenberg en Dedensvaart denken we dan vaak aan, maar bijvoorbeeld ook Balkbrug, vanavond genoemd. En de inspraak deed ons denken aan het coalitieprogramma waar het CDA hard voor gestreden heeft om daar 2 ton in vrij te spelen voor het centrum van Balkbrug. Nu staat deze op 2019. Misschien kan het college aangeven of ze daar mogelijkheden voor ziet om dat toch iets naar voren te halen. Voorzitter, het CDA ziet de urgente problematiek die zich voordoet in de centrumgebieden. Tijdens de oriënterende behandeling hebben we wel een aantal concrete suggesties gedaan, zoals bijvoorbeeld het idee van wifi aanleggen in Hardenberg en Dedemswaard. Maar uit de beantwoording van de wethouder bleek dat het college daarover hoogstens gematigd positief is. Er werd nadrukkelijk gewezen op de actieplannen en op de detailhandel structuurvisie voor wat betreft het fysieke deel. Als CDA willen we urgente problemen graag met urgente maatregelen bestrijden. Dat kan volgens het college goed met de actieplannen. En mede op basis van dit standpunt heeft de gemeenteraad van Hardenberg onlangs een bezoek gebracht aan Doetinchem en Winterswijk. We kijken met veel plezier terug op die werkbezoeken. De wijze waarop er wordt omgegaan met de centrumproblematiek spreekt onze fractie erg aan. Om een nog beter beeld te krijgen van de aanpak van de leegstand en het compacter maken van het winkelcentrum, heeft een deel van de CDA-fractie onlangs een bezoek gebracht aan de gemeente Oldambt. Daar is veel tijd, energie en geld gestoken in de centrumontwikkelingen van Winschoten. En hoewel deze gemeente in tegenstelling tot Hardenberg een flinke subsidie heeft gekregen van de provincie, zijn er een aantal maatregelen die ook zeker in Hardenberg van toepassing zouden kunnen zijn. En wij zullen het proces nadrukkelijk volgen. En mochten wij vinden dat er de komende maanden te weinig concrete acties ondernomen worden, dan zullen wij het niet nalaten om tijdens de kaderstelling concreet en praktisch
mee te denken in waardevolle oplossingen. Zoals u allen hier niet anders van het CDA gewend bent. Dank u wel. Dank u wel voor de bijdrage van de zijde van het CDA. Mag ik de heer Vreukelman een vraag stellen? Meneer Boers, dank u wel. Ik heb u horen zeggen, meneer Vreukelman, dat wij, dat hebben we mooi met elkaar bereikt. Toen had u het over het coalitieprogramma. Nou, daar ben ik met u mee trots op. Vervolgens zei u het bezuinigingspakket. Het grootste deel hebben we uitgevoerd. En mijn eerste vraag, en daarna heb ik een korte vervolgvraag. Kunt u toch eens uitleggen waarom u er niet verkiest om een bezuinigingspakket, wat we met elkaar hier hebben afgesproken, tot het eind toe af te maken en nu opeens in te grijpen op één punt? Zeker, voorzitter. We hebben gekeken naar de lastendruk die gestegen is en naar hoe de gemeentefinanciën er op dit moment bij liggen. En dan zeggen wij, kijkend ook naar de meerjarenbegroting, laten we nou gezien de lastendruk en de lijstjes waar we in staan, die laatste verhoging niet doorvoeren omdat wij van mening zijn dat dat niet nodig is. Waarom zullen we de burger meer belasten dan voor ons eigen financieel systeem nodig is? Maar ik vroeg juist door mag gaan, voorzitter. Nou, één vraag nog. Ik breek u even, want het debat komt in de tweede termijn. Hè? Dus het kan, als u wou voorstellen, als u een verduidelijkende vraag heeft, dan is dat akkoord. Nog een hele kort. U kiest voor die OZW €550.000. U kunt ook kiezen voor ambtenaren aan te stellen en daardoor de werkdruk van ambtenaren aan. En dat is mijn vraag. U beantwoordt u niet waarom alleen die OZW. Ja, mag er ook straks op terugkomen in de tweede termijn. Als dat, Ik wil het intentje wel even afmaken hoor. Oké. Okay. Ja. Nee, wij maken die keuze heel duidelijk. Wij staan in die zin voor de inwoner. En wij denken dat de organisatie die staat en de financiën die daarbij horen, dat dat voldoende is. En het is niet het enige punt dat niet doorgaat. We hebben in het begin ook niet besloten dat die frictiegelden, dat we dat zouden besteden. De LOC is niet helemaal volledig gelukt. Dus u moet niet zeggen dat het enige onderdeel is dat geschrapt wordt. We hebben met elkaar die lijn van bezuinigingen ingezet. Wij komen nu tot de conclusie dat de financiën op orde zijn. En dan is belastingverlaging of lastenverlichting bij ons aan bod. Akkoord. Dank. Ik stel voor dat we naar de fractie van de ChristenUnie gaan. De heer Stelpstra als woordvoerder. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de ChristenUnie zet vandaag in onder het motto: vandaag beter dan gisteren en morgen beter dan vandaag. Zo zijn wij altijd op zoek naar verbeteringen in beleid, maar ook voor onze burgers. De ChristenUnie ziet de voorliggende begroting voor 2017 als een solide begroting, die ons ruimte biedt het nodige voor onze burgers te betekenen. De opbouw van de begroting is sterk verbeterd en we hopen dat de realisatie dichter bij de begroting eindigt dan voorgaande jaren. We gaan forse investeringen doen. We gaan scholen verbouwen en nieuwbouwen. We gaan investeren in infrastructuur, N34 en N377. En we gaan de stationsomgeving aanpakken. Daarbij gaan we ook fors investeren in onze zorgtaken en de decentralisaties. En we gaan daarmee de transitie of de transformatie inzetten. Hierbij zien wij de sociale ombudsfunctie als een toegevoegde waarde. En we zullen hiervoor samen met de PvdA en VVD een amendement indienen. Daarnaast, en D66. Daarnaast is op initiatief van de ChristenUnie een maatschappelijk initiatievenfonds ingesteld. Hiermee is het mogelijk om de samenleving te laten zien dat we haar inzet en betrokkenheid waarderen door onderbouwde initiatieven financieel te gaan ondersteunen. De tijd zal leren of het bedrag van €50.000 voldoende is, maar het is een mooi begin. Medio 2016 is het VN gehandicaptenverdrag geratificeerd. Per 1 januari 2017 krijgt de gemeente de plicht toegankelijkheid als uitgangspunt te nemen, zodat mensen met een beperking in openbare gebouwen en binnen het sociaal domein volwaardig deel uit kunnen maken van de samenleving. Hiervoor heeft de ChristenUnie-fractie verschillende malen aandacht gevraagd. En wij verwachten op korte termijn actie en plannen van het college. Mocht dit achterwege blijven,
dan zullen we bij de kaderstelling dit onderwerp opnieuw agenderen en voorstellen middelen hiervoor te gaan reserveren. Er moet in 2017 nog veel meer gebeuren. Maar voorzitter, ik wil eerst even een klein uitstapje maken naar de GREX. De ChristenUnie gaat het initiatief nemen om met een hernieuwde visievorming voor het grondbedrijf te gaan starten. We weten dat, met de omgevingswet in de hand, we tot een integrale visie moeten komen, maar wij achten de tijd rijp om alvast enkele scenario's te bepalen, uit te werken en te onderzoeken, zodat we bij de invoering van de omgevingswet sneller concreet kunnen worden. Hiervoor gaan wij binnenkort de fracties uitnodigen. Voorzitter, ik keer terug naar de begroting. De fractie van de ChristenUnie heeft 3 hoofdlijnen die we aan de Raad willen voorleggen. Die zijn het saldo van de begroting, de schuldenpositie en onze centra in Hardenberg en Dedemsvaart. Als eerste het begrotingssaldo. Het saldo van de begroting is negatief en dat doet ons net als vorig jaar zeer. Wij vinden dat bij een stabiel en gezond financieel beleid de begroting minimaal sluitend dient te zijn. Ook incidenteel. Wij zien ook dat de afgelopen jaren de post incidenteel structureel in de begroting staat. Wij stellen dan ook voor aan de Raad om met ingang van de volgende begroting een structurele reservering op te nemen voor de incidentele gelden. Bij de komende kaderstelling zult u hiervoor een voorstel van ons ontvangen. Dan de schuldenpositie. Tegenover onze schulden staan weliswaar bezittingen. Maar de ChristenUnie vindt het niet wenselijk dat wij als lokale overheid onze relatief grote schuldenpositie blijven handhaven. Natuurlijk realiseren we ons dat niet alles direct betaald kan worden en we daarom moeten lenen. Maar opstapelen van schulden moet wat ons betreft beperkt blijven. En onze schuldquote moet sneller richting de 100% bewegen. Daarbij hebben we vorig jaar bij de begroting de ambitie uitgesproken om financiële meevallers in te zetten voor extra aflossing. Tot op heden is dit echter nog niet gebeurd. Nu is er een meevaller in de vorm van de GAVI-gelden. Het college stelt voor dit bedrag van €782.000 toe te wijzen aan de afvalstoffenreserve. En wij begrijpen deze gedachte. Maar in het licht van onze eerder uitgesproken ambitie vinden wij dat we een gedeelte van deze meevaller moeten inzetten voor aflossing. Te weten €282.000. Hiervoor dienen wij samen met de PvdA en GroenLinks een amendement in met als dictum om uit de vrijgevallen GAVI-gelden een bedrag van €282.000 extra af te lossen ter verbetering van de schuldpositie. Akkoord, amendement nummer 2 wordt dat maar deel uit van de beraadslaging. Dan ga ik naar onze winkelcentra in Hardenberg en Dedemsvaart. De winkelcentra in Hardenberg en Dedemsvaart hebben het moeilijk. Het koopgedrag van de consument is sterk aan het veranderen. En dat is van invloed op de retailmarkt. En die grote veranderingen zien we helaas in toekomende mate terug in de vorm van leegstand in de winkelcentra. We zijn al bezig samen met ondernemers en inwoners voor een nieuwe detailhandelstructuurvisie. En wij zien uit naar afronding en inhoud daarvan. Wel is ons al duidelijk dat de centra aantrekkelijker en compacter moeten worden. Van de ondernemers wordt meer en meer visie en innovatie verwacht. En zij zullen ondernemerschap moeten tonen en blijvend hun inzet. Vandaag beter dan gisteren en morgen beter dan vandaag. Dat is het motto. Maar wij zien ook een ondersteunende rol voor de gemeente. Om het proces te versnellen stellen we voor dat het college ons bij de kaderstelling meer inzicht geeft in mogelijke scenario's en oplossingen. Met bijbehorende middelen. In het wensenlijstje is hier vooral een bedrag opgenomen. Maar wij willen dit meer onderbouwd en geconcretiseerd zien. Hiervoor dienen we samen met het CDA, PvdA, VVD en GroenLinks een motie in met het volgende dictum. Draagt het college op
als onderdeel van de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018 tot 2020 te onderzoeken of meer middelen nodig zijn dan de nu ingeplande €450.000 beschikbaar in 2020. De Raad te voorzien van een aantal richtinggevende kaders en hierover tijdens de kaderstelling in 2017 te informeren. Kort, dit is een motie en nummering, even opnieuw weer beginnen. Motie nummer 1. Dan duurzaamheid, voorzitter. Tijdens de oriënterende ronde hebben wij gevraagd of er middelen worden gereserveerd voor het waarmaken van onze ambities ten aanzien van duurzaamheid. Hierop is geantwoord dat er eerst een plan moet komen voordat middelen beschikbaar worden gesteld. Aangezien er een meevaller is gesignaleerd, stellen wij voor om hieruit alvast gelden te reserveren voor een duurzaamheidsfonds. Wel stellen we als voorwaarde dat er een duidelijk omkaderd plan moet komen voordat deze middelen worden ingezet. Zonder die inkadering vallen de middelen wat ons betreft terug naar de algemene reserve of kunnen ze worden ingezet voor extra aflossing. Hiervoor dienen wij samen met de PvdA, D66 en GroenLinks een amendement in, maar de PvdA zal dit aan u presenteren. Voorzitter, we zijn op de goede weg. We zien dat de bezuinigingen die we hebben doorgevoerd hard nodig zijn geweest. En we kunnen nog niet spreken van een mooi sluitende begroting. De voorliggende begroting geeft dan nog geen reden tot jeugdstemming, want we eindigen in de min. Maar de vooruitzichten lijken op basis van de kennis die we nu hebben wel verbeterd. Er lijkt dus mooi weer op komst. Dit biedt hoop. Maar totdat het daadwerkelijk zover is, houden wij de hand nog op de knip. En er zijn nog wel wat risico's, zoals de Tweede Kamerverkiezingen. Maar om straks optimaal gebruik te kunnen maken van het mooie weer, stellen wij voor om te komen tot een zogenaamde Hardenbergnorm voor begrotingsoverschotten. En deze norm kan als volgt worden gezien. Indien er een begrotingsoverschot is, dan lossen we een x-percentage af aan extra aflossingen tot onze schuldquote is x-percentage. En besteden we een x-percentage aan incidentele of structurele lastenverlichting tot norm x. En zo zijn er ongetwijfeld nog wel meer parameters te bedenken. Hiervoor zouden wij graag met de fractiespecialisten in gesprek komen om bij de kaderstelling een gezamenlijk voorstel te presenteren. En wij horen graag of de fracties hiertoe bereid zijn zich in te zetten. Overigens steunen wij het verlangen de lasten te verlichten die we breed horen in deze raad. En dienen hiervoor samen met VVD, CDA en D66 een door de VVD te presenteren motie. Samenvattend, voorzitter, ik rond af. De ChristenUnie wil werken aan vandaag beter dan gisteren en morgen dan beter dan vandaag op de thema's. 1. Een sluitende begroting, zowel structureel als incidenteel. 2. Een verbetering van de schuldenpositie, onder andere door een ontwikkelen Hardenbergennorm en inzetten van meevallers. 3. Een hernieuwde visie op het grondbedrijf. 4. Innovatie in duurzaamheid en deze aanjagen met een goed plan. En 5. Een concreet plan voor een compact en aantrekkelijk centrum in Deloensvaart en Hardenberg te presenteren bij de kaderstelling. Dank voor uw aandacht. Prima, dank. Ja, voorzitter, ik zal met debat wachten tot de tweede termijn. Ik wou even aangeven dat de CDA-fractie ook meedoet in het verhaal van de sociale ombudsman. Akkoord. Nog een feitelijkheid even geduid op deze manier. Bedankt, heer Stelpstra. We gaan naar de fractie van de VVD. Meneer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Ik hoor meneer Stelpstra eigenlijk veel goede dingen zeggen. Dat doet mij deugd, dat we eigenlijk een medestander krijgen ter zake de schuldpositie. Jammer alleen dat meneer Breukeman als fractievoorzitter van de CDA, die hier natuurlijk al sinds mensenheus en heugenis de dienst uitmaakt, ineens als het wat fout begint te lopen verwijst naar het kabinet van de VVD en de Partij van de Arbeid, terwijl natuurlijk juist de VVD daar zo goed werk in doet, voorzitter.
De begroting 2017 sluit met een negatief saldo. En of dat nou structureel of incidenteel negatief is, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Negatief is negatief en dat is niet goed. Opvallend in deze begroting, wat mijn fractie betreft, overigens wel twee constateringen. En de eerste is dat het negatieve resultaat nog meevalt, aangezien er voor ruim 7 miljoen aan baten wegvalt door de nieuwe regels voor begroten en verantwoorden, de BBV, die in vorige begrotingen wel zijn meegenomen. En constatering 2, dat op een totale begroting van 150 miljoen nagenoeg geen enkele ruimte is voor ook maar enige bijsturing. Alles, voorzitter, ligt muurvast. En is dat goed? Nou ja, in ieder geval hebben beide constateringen met elkaar te maken, want in de afgelopen jaren zijn de baten opgevoerd die dus geen daadwerkelijke inkomsten betreffen, om daarmee echte uitgaven van structurele dekking te voorzien. En daardoor, mede daardoor, is de ruimte in deze begroting nu nagenoeg nul, net als de flexibiliteit binnen deze begroting. En nu hoor ik in deze ruimte voortdurend dat bij de gemeente zaken nu eenmaal anders werken. Maar is dat ook zo? De BBV-regels hebben in ieder geval de intentie om de financiële huishouding transparant te maken en te voorzien van uniforme regels zoals die ook gelden voor private partijen. Bespaarde rente, administratieve toerekeningen voor onder andere riool en rente op gronden die niet verkocht gaan worden, mogen nu niet meer als baten worden bijgeteld. Van administratieve baten kun je niets kopen buiten dit gebouw, maar ook niet binnen deze organisatie. Wat immers niet in de portemonnee zit, kun je niet uitgeven. Dat is bij de gemeente dus volstrekt niet anders dan bij welke partij dan ook. Wat wel anders is, is dat de gemeente eindeloos geld kan lenen en tekorten in haar portemonnee kan verleggen naar de burgers door belastingen te verhogen en of bezuinigingen op diensten en openbare voorzieningen. Dat is ook hier gebeurd en de gevolgen daarvan voelen we allemaal. En denkt u dat de inwoners van onze gemeente er ook nog zo van overtuigd zijn dat het bij de gemeente, bij de overheid anders werkt dan in het gewone leven? Ik denk het niet. Ik denk dat ook de inwoners van onze gemeente vinden dat het fout is om telkens weer te verliezen op het grondbedrijf. Ik denk dat burgers vinden dat dat niet kan en dat het nooit meer moet gebeuren. Ik denk dat burgers vinden dat met name de gemeente goed op de centen moet passen en zorgvuldig moet omgaan met de belangen van haar inwoners. Voorzitter, het is vandaag een hele bijzondere dag en we kijken met argusogen naar de verkiezingen in Amerika en verbazen ons over een tamelijke idioot die mogelijk een goede kans maakt om president te worden van het machtigste land van deze wereld. Maar voordat wij met de vinger wijzen, zouden wij moeten beseffen dat ook in ons land een tamelijke idioot op dit moment in geval van verkiezingen deze mogelijk zou kunnen winnen. En dan heb ik het niet over Mark Rutte, meneer voorzitter. In plaats van met de vinger te wijzen naar anderen, zouden wij kritisch moeten zijn naar ons eigen handelen. En beseffen dat deze trend laat zien dat de burgers het zat zijn om te moeten horen dat het bij de overheid anders werkt dan in het gewone leven. Voorzitter, ik gaf al aan dat deze begroting nauwelijks ruimte laat om nog iets te vinden vanwege het ontbreken van ook maar enige speelruimte. En daarom is in de aanloop na deze vergadering ter vaststelling van de begroting een ware hetze ontstaan ter zake de enige ruimte die er nog wel is. Een teruggave van de ROVA die niet was begroot van een investering die 20 jaar geleden is gedaan ten bedrage van 782.000 euro. Een meevaller, zo gezegd. Ter zake van meevallers hebben wij expliciet afgesproken in de vorige begroting, maar ook in deze, dat meevallers zouden worden gebruikt ter aflossing van de schuld. En dat doet u niet, want het college heeft al breed gecommuniceerd dat we deze meevaller gedurende 3 jaren een tientje korting oplevert op de afvalstoffenheffing. En dat was niet de afspraak. En daarmee is tevens de indruk gewekt dat dit bedrag zou kunnen worden gebruikt voor iedere invulling die de Raad daaraan zou willen geven. En de Raad wil dit kennelijk ook graag en kijkt nauwelijks naar de begroting om grote gebaren te kunnen maken naar wellicht toch de kiezer. Verlaging van de OZB voor een jaar en daarna zien we wel weer bij het CDA. Iets met duurzaamheid bij de Partij van de Arbeid en zelfs de hondenbelasting van op koers is kennelijk voor een paar stemmen met het CDA uitgeruild. Voorzitter, dit alles getuigt van kruidenierschap waar wij ons in deze Raad niet van zouden moeten willen bedienen. Wij moeten afspraken nakomen. Die zijn gemaakt omdat we anders voor niets hier zitten af te spreken. En bovendien de achterban die wij vertegenwoordigen er helemaal niets meer van begrijpt. Het zou bij de gemeente moeten werken zoals bij een ieder ander. Afspraak is afspraak. Een meevaller zoals deze teruggave moet dus conform de gemaakte begrotingsafspraken gewoon gebruikt worden ter aflossing van de schuld. Punt.
Meer in het algemeen vindt mijn fractie dat je incidentele baten niet moet gebruiken voor structurele maatregelen zoals heffingen ten laste van onze inwoners. Daarmee is de continuïteit in het beleid niet gewaarborgd. Maar dat gezegd hebbende, voorzitter, vinden juist wij liberalen dat de gemeente haar inwoners niet zwaarder moet belasten dan strikt noodzakelijk. Binnen een verantwoord te voeren financieel beleid. En daarvoor hebben wij een motie voorbereid die we indienen samen met CDA, ChristenUnie en D66, die ik graag ter besluitvorming wil indienen en die erop ziet dat het college zorgvuldig uit gaat zoeken om vervolgens bij de kaderstelling met voorstellen te komen hoe en wanneer er voor alle huishoudens, en daarmee dus niet alleen voor honden en of huizenbezitters, er uiteindelijk een verlichting kan worden bewerkstelligd van de totale woonlasten. Zodra daarvoor structurele ruimte ontstaat en niet op basis van incidentele meevallers. Voorzitter, het dictum van de motie luidt dan ook om de Raad bij de kaderstelling 2018 van voorstellen te voorzien die een substantiële verlaging van de woonlasten per huishouding tot gevolg hebben en van structurele aard zijn en om deze voorstellen in te passen binnen een begrotingssaldo dat meerjarig sluitend is en van een schuldquote die maximaal 130% beslaat binnen de afgesproken kaders. Kort, dank voor het indienen van deze motie. Nummer 2 gaat deel uitmaken van de praatzaal. En voorzitter, daarmee was ik ook gelijk aan het eind van mijn betoog gekomen. Prima, dank u wel. Geen verduidelijkende vragen. Dan geef ik het stokje door aan de fractie van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Luiten. Voorzitter, we hebben het over de begroting. Voor wie dat vanavond nog niet in de gaten had, alweer zou ik zeggen. En ons bekroop toch een beetje het gevoel, en als u het betoog van meneer Gelling heeft gehoord en van meneer Stelpstra, dan zal u dat ook hebben, dat het wel weer beter gaat met Nederland, maar dat wij hier nog wel heel erg op de centjes moeten letten. Want we hebben nog een krap huishoudboekje. Dat is jammer, ook wij hebben nog een heleboel wensen om de wereld in het algemeen en Hardenberg in het bijzonder nog beter te maken. En dat kost altijd geld. En dat is er nou helemaal niet zoveel als we zouden willen. Maar, desalniettemin vinden wij dit toch een begroting die gericht is op de toekomst. We hebben namelijk het afgelopen jaar een groot aantal behoorlijk belangrijke en ingrijpende besluiten genomen. Over wonen, over bereikbaarheid, over duurzaamheid, uiteraard, over sociale zaken. En daar staat heel veel op stapel. Er komt een hele nieuwe woonwijk in de Marslanden, de N34 wordt verbeterd. We beginnen met het opwekken van windenergie. En we investeren in de Sintra, om maar een aantal zaken te noemen. Dan heb ik er nog een heleboel niet eens gehad. Het zijn allemaal grote projecten die Hardenberg toekomstbestendiger helpen maken. En dat kost geld. Daarom is dat wat ons betreft nu ook niet het moment om te zeggen, we gaan dan ook nog eens een keer de gemeentelijke belastingen verlagen. Zoals ik al eerder heb aangegeven, wij zouden dat altijd graag doen hoor, daar niet van. Maar wat ons betreft nu toch niet. Want in de keus tussen iedere maand een tientje minder, iedereen per jaar een tientje minder betalen. En ik heb uitgerekend dat komt per gezin ongeveer neer op nog niet eens een patatje per maand. Of het bedrag in zijn geheel reserveren en in het algemeen belang besteden. Dan kiezen wij voor het laatste, dat mag duidelijk zijn. Ook wij zouden die gemeentelijke lasten zo graag zo laag mogelijk houden. En zodra dat kan, zullen we daar ook absoluut enthousiast aan meewerken. Maar dat is helaas niet het komende jaar wat ons betreft. Er zijn twee zaken die we nog wel heel belangrijk vinden en die wat ons betreft geregeld zouden moeten worden het komende jaar. We zijn heel trots op de ambitie die deze raad heeft uitgesproken op het gebied van duurzaamheid en we zien uit naar de uitvoering daarvan of de voorstellen daarvoor. Eén ding weten we alleen wel met z'n allen, want hoe die plannen er ook uit gaan zien en voor welke opties we ook gaan kiezen, één ding is zeker, we zullen erin moeten investeren, want dat gaat nou eenmaal niet voor niks. En om de ambities van een energie-neutraal Hardenberg waar te maken, moeten we er nu beginnen. Door nu een financiële meevaller uit die RAVI-gelden te bestemmen voor deze investeringen, is dat op termijn in het belang van alle inwoners van Hardenberg. En niet bijvoorbeeld alleen maar voor de mensen met een eigen huis. Wat het geval zou zijn als we het in de OZB zouden doen. Daarom zullen wij samen met een aantal andere partijen, ChristenUnie, VVD, D66 en GroenLinks, een amendement indienen om een deel van deze gelden te reserveren voor een duurzaamheidsfonds waaruit initiatieven op het gebied van duurzame energie kunnen worden ondersteund. Het dictum van dit amendement luidt:
dat de Raad het college opdraagt om uit de vrijgevallen gavigelden een bedrag van 500.000 euro te bestemmen voor een duurzaamheidsfonds. En de Raad tegelijk met het te ontwikkelen duurzaamheidsbeleid ook een voorstel voor te laten leggen. Het andere terrein is het sociaal domein. We hebben ons het afgelopen jaar consequent hard gemaakt. Eén moment, ik dacht dat u nog niet klaar was met het amendement, maar dat is wel het geval. Dit is amendement nummer 3. Ja, dank u wel. Voorzitter, mag ik tussentijds een wat ongebruikelijke vraag stellen? Ik heb een fout gemaakt, meneer Gelling. Ik denk dat ik weet wat u bedoelt. Ik heb uw partij per abuis bij dit amendement genoemd. Dat is niet de bedoeling. Nou, lijkt mij op zich wel de bedoeling. Maar dat even voor de helderheid, het amendement ingediend door de Partij van de Arbeid wordt gesteund door de ChristenUnie, D66 en GroenLinks. Ja. Dat is akkoord. Ja. Amendement nummer 3, zoals gezegd. Wat natuurlijk niet wegneemt, meneer Gelling, dat we dat het zo'n goed voorstel is dat we ons niet kunnen voorstellen dat u daar niet voor zult stemmen. Maar dat is een ander verhaal. Door naar de volgende, zal ik maar zeggen. Voorzitter, het dictum van het amendement is aan de orde geweest. Ja. Ja, het dictum is aan de orde geweest. Ja. Alleen, daardoor was ik ook even in verwarring. Ik heb niet het tweede aandachtstreepje gehoord. Ik heb het een beetje samengevat. Okay. In het kader van de beperking. Ja, maar dat betekent dus de korting van 10 euro, die hoort er wel bij, hè? Die hoort er wel precies. Bij, zeker weten. Goed, het sociaal domein. Zou je dit nog een keer kunnen herhalen misschien voor de... Ik zal het nog één keer herhalen. De laatste die ik eventjes net niet heb genoemd om het te beperken. Dan moet ik hem er even bij, want ik heb het niet in mijn tekst. Goed, besluit. Om de vrijgevallen gavigelden een bedrag van 500.000 euro te bestemmen voor een duurzaamheidsfonds en voor de uitvoering hiervan nader beleid te ontwikkelen, waarbij prioriteit moet worden gegeven aan lokale en laagdrempelige initiatieven uit de gemeenschap. Om in 2017 geen korting van 10 euro per huishouden op het vastrecht voor de afvalstoffenheffing toe te passen. Want dat is de dekking. Nu is voldoende duidelijk voor iedereen. Ja, amendement nummer 3, zoals gezegd. Nou ga ik het nog echt een keer proberen. Ik hoop dat ik nu voorbij de eerste zin kom. Het sociaal domein. Wij hebben ons het afgelopen jaar consequent hard gemaakt, zodat er in deze gemeente meer gebeurt aan het bestrijden van armoede. Vooral onder kinderen bijvoorbeeld. Om te zorgen dat er in Hardenberg goede zorg wordt geboden. En vooral op dat laatste terrein, dat kan altijd beter. Ondanks de inspanningen van samen doen teams, mantelzorgers, vrijwilligers, hulpverleners en ambtenaren gaat daar helaas wel eens wat mis. Dat was ook soms vallen mensen nou eenmaal tussen wal en schip, omdat ze de regels niet goed kennen, de weg niet weten of om andere redenen. Daarom hebben we, om deze mensen een vangnet te bieden, hier in de Raad, niet zo lang geleden inderdaad, besloten dat we eens willen kijken of we een sociale ombudsman kunnen instellen. Daarvoor liggen er nu een aantal scenario's. Daar zullen wij als Raad daar binnenkort een besluit over moeten nemen. En welke we ook kiezen, hier geldt een beetje hetzelfde voor als zojuist bij het duurzaamheidsfonds. Ze kosten allemaal geld. Daarom dienen wij samen met een aantal partijen. Ik zal niet in dit geval. Nee, ik begin nou helemaal te twijfelen, want dit is een oude versie van het begin van de middag. Een amendement in om dat budget voor die sociale ombudsfunctie beschikbaar te stellen. En ook hier heb ik het dictum een beetje samengevat, dus ik hoop dat het overkomt. Het komt erop neer om 3 jaar incidenteel 30.000 en structureel 30.000 euro te reserveren voor de invulling van de sociale ombudsfunctie. En de partijen die daaraan meetekenen is onder andere de ChristenUnie, de VVD, D66 en mijn eigen partij en CDA. Ja, ik kijk even over nummer de andere. PvdA, ChristenUnie, VVD en CDA. En D66. Inmiddels. Oké, akkoord. Goed, ik wou het hier voorlopig maar even bij laten. Op het moment dat we aan het eind van de avond deze twee zaken hebben als raad hebben besloten, dan zijn wij heel tevreden. Maar niet alleen dat, dan zien we ook uit naar een inspirerend jaar waarin voor Hardenberg veel te gebeuren staat. Niet alleen in de infra, om er eens wat te zeggen, maar ook op het gebied van allerlei sociale zaken en op het gebied van duurzaamheid. Dank u wel. Akkoord. Dus mag ik, dank u wel. Nog een verduidelijkende vraag van de heer Dogger. Precies, geen discussievraag. In uw overwegingen bij het ingediende amendement nummer 3 geeft u aan dat afval in toenemende mate een grondstof vormt voor het opwekken van duurzame energie. Kunt u mij dat toelichten wat u daar
bedoeld. En de tweede vraag in dezelfde overweging. Er staat dat investeringen in duurzame energie op termijn alle inwoners van Hardenberg ten goede komen en tot een structurele vermindering van energielasten kan leiden. Daar kan ik ook nog eigenlijk geen goed beeld bij vormen. Kunt u mij dat ook toelichten? Nou, we hebben hier natuurlijk in de Raad in de afgelopen jaar, half jaar, een aantal voorbeelden gezien. Ik denk maar eventjes aan, ik ben de naam van het dorpje in Duitsland vergeten, waar de raadsexcursie ook naartoe is geweest. Waar het opwekken, dat was Saarbeek. Saarbeek, precies. Het opwekken van duurzame energie er niet alleen toe heeft geleid dat het dorp voor 100% in hun eigen behoeften kon voorzien, maar zelfs in meer en dat ze er dus geld aan verdienden. Dat is een voorbeeld waarin in dit geval het hele dorp dus een aanzienlijk minder energielasten hoeft te betalen. Dank u wel. En de eerste vraag misschien, dat afval leidt tot opwekken van duurzame energie? Nou, je ziet dat er steeds meer grondstoffen zijn die wij vroeger weggooiden, maar die nu worden gebruikt bijvoorbeeld als het gaat over hout en andere afvalzaken waarvan de hitte of van de gassen ook weer energie wordt gemaakt. Akkoord, dank u wel. Duidelijk. Ja? Ik stel voor dat we overgaan naar de fractie van Opkoers.nu. Het woord is aan mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. De algemene beschouwing van Opkoers.nu over de begroting 2017. Het jaar 2016 ligt bijna achter ons. Een jaar waarin we afscheid hebben moeten nemen van Ria Jurling. Voor velen van ons meer dan een collega. Dat bleek wel uit de massale opkomst bij haar afscheidsdienst. Het jaar 2016, waarin ook het groen licht werd gegeven voor het windpark De Veenwieken. Opkoers.nu is altijd tegenstander geweest. Niet zozeer van windenergie, maar van de manier waarop. Andere vormen van opwekking van duurzame energie, en dus ook windenergie, willen wij positief benaderen. Voor ons is echter voldoende draagvlak een vereiste. Er zijn genoeg voorbeelden in de landen waar dat wel lukt. We hoeven het wiel dus gelukkig niet opnieuw uit te vinden. De uitspraak. Overigens ben ik van mening dat Carthago vernietigd moet worden, geeft het standpunt van Opkoers.nu ten opzichte van de hondenbelasting goed weer. Minister Plasterk heeft zijn voornemen bekendgemaakt. Maar daar willen wij niet op wachten. We dienen daarom ook een amendement in tot verlaging van de hondenbelasting, waarbij dekking is gevonden. Het amendement is mede ondertekend door het CDA. De dekking die gevonden is door ons, de dekking voor de verlaging, gevonden kan worden in de verlaging van de rioolreserve. Dan wel wanneer de verhoging van de onroerend zaakbelasting geen doorgang vindt in de bespaarde onroerend zaakbelasting gemeentelijke gebouwen van 30.000 euro en de rioolreserve van 60.000 euro. En we zetten dan ook in ons besluit het dictum de opbrengst hondenbelasting 2017 te verlagen met 90.000 euro. Akkoord, dank u wel. Een amendement nummer 5. Ik denk dat het wel goed is als u straks definitief zou worden gemaakt door de stemming om de dekking wel in het besluit op te nemen. Maar daar komen we straks wel op. Als fractie van Opkoers.nu zijn we voor om de burgers zo min mogelijk te belasten. Dus geen verhoging van de OZB. Omdat door deze wijziging de schuldpositie niet verhoogd wordt, kunnen wij het amendement van het CDA betreft het onroerend zaakbelasting mee ondertekenen. Recreatie en toerisme. Voorzitter, er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om ons gebied nog aantrekkelijker te maken voor toerist en inwoners.
Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler voor de werkgelegenheid en voor de economie. Het Vechtpark legt de verbinding tussen stad en rivier. Nu is het zaak om het centrum van Hardenberg aantrekkelijker te maken. We beseffen dat het niet alleen van de gemeente kan komen. Maar we moeten ook voorkomen dat we op elkaar zitten te wachten. Gezondheidszorg. Vitaal Vechtdal is een project om trots op te zijn, waarvoor onze waardering. Maar hoe zit het met dat andere project? Het gezondheidspark bij het ziekenhuis. Het leek zo veelbelovend, maar het is nu oorverdovend stil. Duurzaamheid. In het begin van ons betoog hebben we ons standpunt al gegeven ten aanzien van duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Als gemeenteraad hebben wij bij motie de lat heel hoog gelegd. Maar in die motie werd het college verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken. Maar is er geen opdracht gegeven om het te realiseren. Dat gegeven dreigt in de discussie onder te sneeuwen. We blijven bij het beleid steunen, maar willen ook met beide benen op de grond blijven staan. We zullen elk voorstel toetsen op draagvlak. We moeten het samen, al dan niet gewoon, doen. Dank u wel voor de bijdrage van de Zetten op koers.nu, de fractie van D66. De heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Op 1 augustus dit jaar werd Mia Anna geboren. Zij is vol enthousiasme verwelkomd als de 60.000ste inwoner van deze gemeente. Mia Anna is daarmee het symbool van een groeiende en bloeiende gemeente. En ze heeft mij geïnspireerd voor deze bijdrage over de begroting van 2017. Hardenberg is een ondernemende en welvarende gemeente. En graag willen we dit zo houden voor de toekomstige generaties. En D66 kijkt met die bril kritisch naar de begrotingen zoals die aan ons gepresenteerd worden, ook deze. Wij zijn zo kritisch omdat we voor de lange termijn ook de juiste dingen willen doen. En soms zetten wij daar vraagtekens bij. Bijvoorbeeld de wethouder Financiën, die zei bij de oriënterende ronde dat we een keuze hebben om nieuw beleid te financieren uit bijvoorbeeld overschotten op structurele uitgaven, of dat we moeten interen op onze reserves. Gepland interen werd dat genoemd. En dat laatste leek de voorkeur te hebben met als argument dat het anders overkomt. Wat ons betreft een wat vreemde houding, omdat juist zaken ons steeds te lijken overkomen. De tekorten komen door onvoorziene kortingen op de rijksbijdrage, tegenvallers bij de belastingen of tegenvallers in het grondbedrijf. Steeds moeten we externe deskundigen inhuren voor het maken van nieuw beleid dat ons vanuit het Rijk wordt opgelegd. En iedere meevaller wordt structureel omgezet in nieuw, maar vooral kortlopend beleid. En daarmee ziet D66 de zaken die deze gemeente oppakt vooral als een reactie op maatschappelijke en landelijke ontwikkelingen. En daarmee vinden wij dat wij onszelf tekort doen. Veel tekort. Het vertaalt zich in de bedragen die we in deze begroting zien. Wij zien slechts enkele tonnen gereserveerd voor de uitwerking van nieuw, toekomstig gericht beleid zoals innovatie binnen ons bedrijfsleven, het stimuleren van duurzame energieopwekking en het bevorderen van welzijn voor alle inwoners door de inzet van cultuur, natuur en sport. In deze gemeente bruist en borrelt het. Er gebeuren veel hele mooie dingen. Er gebeurt veel op het gebied van innovatie, onderwijs, cultuur en wonen, maar het gemeentebestuur, wij blijven achter in ambitie en actie. En wat ons betreft moeten we daarom eens echt gaan kijken naar de verre horizon. Wat willen we bereiken en hoe moeten wij dat doen? De gemeente heeft in onze ogen daar zeker een belangrijke rol in en dat gaat verder dan het tijdelijk inhuren van een adviseur en het stimuleren van samenwerking. Dus zouden we graag in deze raad willen nadenken over of we middelen en mensen nog effectiever kunnen inzetten op belangrijke beleidsthema's. En daarom pakken wij ook de handschoen die de ChristenUnie ons heeft toegeworpen graag op wat betreft de herijking van bijvoorbeeld de GREX. Gelukkig zien we in deze begroting, om maar positief af te sluiten, wel de contouren van positief beleid terug. Er is veel aandacht van de verdere ontwikkeling van de ons sterke sectoren
Er is voor het eerst inhoudelijke belangstelling voor de rol van het onderwijs. En we zien een belangrijke plek terug voor cultuur in deze begroting. En vooral ook de wil om onze inwoners actief te betrekken bij nieuwe plannen. Om die reden ook ondersteunen wij een aantal amendementen en moties die zojuist al zijn gepresenteerd door de collega's. Tot zover mijn bijdrage. Akkoord. Voorzitter, mag ik de heer Rodemond een vraag stellen? Want ik heb uw naam alleen gezien bij één amendement, maar u spreekt nu aan het eind uit dat u meer moties en amendementen gaat steunen? Dat is correct. Wij ondersteunen het voorstel van de VVD ten aanzien van de lastenverlichting, PvdA ten aanzien van het duurzaamheidsfonds en de sociale ombudsfunctie. Ja? Akkoord. Ter verduidelijking. D66 inderdaad ook een aantal motie en amendementen gesteund. De fractie van GroenLinks. Aan u het woord, mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik dacht, ik loop alvast, want het is best een eindje. En dan zien de mensen niks. Deze begroting heeft eigenlijk geen hele spannende dingen. Want het laat keurig zien dat het coalitieakkoord, zoals die er lag, in de juiste stappen, in de juiste stroming worden gezet. Bijna saai zou je het kunnen noemen. Maar dat is die niet. Want vanavond hebben we allemaal moties en amenderingen hier zien komen. En we hebben in het afgelopen jaar discussies gehad. Een verandering van de wijze waarop wij informatie ophalen, hoe wij het brengen en hoe wij dat compacten naar smart bestuur. En hier zetten wij daarvoor de eerste stappen. En of het nu gaat, in het licht van wat meneer Gelling zei, dat je wat geoormerkt is of wat het wel en niet binnen de regelgeving een adequaat bestuur zou zijn, misschien moeten we daar wel eens van af. Daar waar de ruimte te vinden is. Wij zitten hier niet om het volk te vertellen wat ze willen horen. We zitten hier om een stabiel en goed bestuur te doen. En nee, daar maken we niet altijd vrienden mee. En het is heel goed om even stil te staan als je een programma uitrolt waarbij je met elkaar zegt, meneer Boersma, u heeft daar gelijk in, we hebben een coalitieakkoord en laten we dan die behoedzaam dan ook voortzetten. Aan de ene kant onze schulden verlagen en aan de andere kant stappen zetten naar innovatie en gedurfd beleid. Gedurfd beleid kost geld. Als wij daar nu niet de bereidwilligheid tonen om middelen in te zetten en vrij te gaan maken, dan blijft het woorden en woorden vullen geen gaten en we lossen niks op. Wat wel dan opvalt voor de fractie van GroenLinks, is daar waar eerder CDA behoedzaam, duurzaam, gematigd, positief is, opeens wel het kindje lijkt te zijn die toch de neiging heeft tot puberale gedragingen. Maar wellicht heeft dat meer te maken met de leeftijd van de fractievoorzitter dan dat ze daadwerkelijk intern aan het veranderen zijn. Wat wij fijn vinden is om te zien hoe sociaal betrokken wij zijn en laten merken, waaronder een ombudsman, dat we luisteren naar werkelijk de samenleving. En ik denk dat een deel van de amenderingen en moties laten zien dat wij werkelijk daad bij woord voegen en zeggen, modern bestuur is een vorm van openheidsparticipatie. U heeft onze fractienaam al een aantal keren horen vallen bij amendement 3, motie 1 en amendement 2. Het zou u niet verbazen, een duurzaamheidsfonds, dat gaat over toekomstbestendig beleid. En die ligt ook wat ons betreft als het gaat over ondernemerschap en hoe wij dan de ondernemers kunnen ondersteunen naar een toekomstbestendig beleid in de detailhandelsstructuurvisie. Dat wat ze niet zelf kunnen of onvoldoende zouden kunnen, dan zouden wij in beeld moeten komen om te zorgen dat er een andere vorm van druk komt, namelijk de mogelijkheid creëren om de veranderingen daadwerkelijk tot stand te brengen. En zodat wij dan niet na 3 jaar, 3 ton, toerisme en recreatie wel gaan lopen te miepen dat het niet goed is gedaan, terwijl wij de kaderstelling en de middelen goed ter beschikking moeten stellen. Ik denk dat we op de goede weg zijn. We doen toekomstbestendig. We zijn een beetje gedurfd. Zelfs bij het CDA. Dus net als de vorige keer. Ik ben blij. Mevrouw Van Hoek is blij. En daarmee is de bijdrage van GroenLinks ook ten einde gekomen. En volgens mij hebben daarmee alle fracties hun bijdrage in eerste termijn gedaan. Ik zou eigenlijk direct door willen gaan naar de tweede termijn, waarin u de ruimte heeft om op elkaar te reageren. Dan wel ook nog vragen te stellen, daar waar dat nodig is, op de moties en amendementen wellicht. En ik maak even een rondje wie het woord zou willen voeren. Of mag ik ervan uitgaan, alle fracties ook? CDA,
is het nu allemaal? Ja. Ja. Ik begin bij het CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een aantal vragen en tot slot heeft mijn collega Dogge ook nog een vraag. D66 vraag ik mij af. Er wordt heel vaak gesproken over nieuw beleid. Dat doen we al een tijdje hier in dit gremium. Nou, de raad heeft heel veel gevraagd van continu met concrete voorstellen. Dat blijkt vaak wat achterwege. Daarom worden waarschijnlijk ook al die externen ingehuurd om tot nieuw beleid te komen. Dus de vraag die dan staat is, wanneer komt u nu eens een keer met voorbeelden van nieuw beleid waarin uw ambitie, waar het over had, aangaf? De heer Rood. Dank u wel, meneer Breukelman, voor deze vraag. En het antwoord daarop is juni jongstleden. Toen ben ik gekomen met concrete voorstellen voor nieuw beleid. En ook nu zien we wel in deze begroting een aantal voorbeelden terug waar we zelf de uitwerking concreet missen wat betreft de voorstellen die het college nu aan ons doet. Bovendien zien wij ook regelmatig in deze raad de vraag überhaupt aan het college terug van kom naar ons toe met voorstellen ten aanzien van een aantal beleidsthema's. En, wij doen dat niet per se anders, maar ik snap dat u dat blijft jeuken. Maar niettemin, het antwoord is juni jongstleden. Kunt u mij daar een aantal voorbeelden van noemen? Uiteraard. Wij hebben gezegd, wij streven naar een financieel gezonde gemeente. Nou ja, dat hebben we vandaag al een paar keer eerder gehoord, dus dat doet ons wat dat betreft deugd. Wij streven naar geen nieuw beleid. Maar... Wij streven naar een stabiele economie ten aanzien van onze sterke sectoren en daarop nieuw beleid voerend, bijvoorbeeld door het verder gaan stimuleren van de sterke sectoren en de centrumzaken, maar ook het ontwikkelen van nieuwe energiebronnen in deze gemeente, zodat we daardoor werkgelegenheid en onderwijs beter kunnen inzetten en ook vernieuwend kunnen inzetten. Wij wilden graag met de inwoners beleid voeren. Nou ja, een voorbeeld is de inspraak van Balkbrug vandaag geweest. Duurzaamheid is wat ons betreft langsgekomen. Nieuw beleid ten aanzien van de zorg. En zo heb ik een aantal zaken genoemd die we nogmaals in contour wel zien in deze begroting, maar onvoldoende nog in uitwerking terugzien. Ja, voorzitter, volgens mij noemt de heer Rodemond een aantal beleidsterreinen, maar geen concrete voorstellen. Maar goed, misschien verschillen we daarover van mening. Voorzitter, voor de heer Stelstra. Ja, volgens mij gaan we nou de discussie van de vorige begroting opnieuw voeren en de discussie bij de kaderstelling. Dus ik weet niet precies waar u nu naartoe wilt met uw vraag. Ja, ik hoor dat er een grote wens is voor ambitie en nieuw beleid, dus ik was daar zeer benieuwd naar. Ja, maar daar hebben we al twee keer over gediscussieerd. Dus... Jawel, maar als de roep steeds opgeworpen wordt om tot nieuw beleid te komen, dan zal ik steeds blijven vragen van komt u met een voorstel. Akkoord. Nog andere vragen, heer Breukman, of andere opmerkingen richting andere fracties? Ja, zeker. Dat dacht ik al. Ik heb ook een vraag aan de VVD, want u spreekt ook over dat er weinig ruimte zit, muurvast noemt u het zelfs. En dan bekruipt mij het gevoel dat u de begroting bekijkt vanuit een situatie, artikel 12 heet dat geloof ik, waarin je zelf weinig ruimte meer hebt. Ik zie dat heel anders, want volgens mij hebben we nog heel veel vrijheid om te handelen in die begroting. Ik ben benieuwd waarom u nou denkt waarom we daar zo muurvast in zouden zitten. Heer Gelling. Voorzitter, ik vind een begroting die een negatief saldo heeft per definitie getuigen van muurvast zitten. Want het enige wat je daarbij kan doen is terugbrengen naar positieve bedragen. Dus dat is punt 1 al iets wat de flexibiliteit, dat is dan overigens punt 2, flexibiliteit. Die ziet inderdaad op de ruimte die er nog is. Ik heb het niet bedacht, maar bureau BMC heeft dat aangegeven. De maximale speling om nog wat inkomsten te genereren binnen deze gemeente is, na de verhoging die vandaag ongetwijfeld geëffectueerd zal worden, nog 1,2 miljoen. Dat is buitengewoon weinig. Dus dat flexibiliteit, ja, en wat zit er nu vast? Kijk, op zich heb ik ook tijdens de Oron al aangegeven dat mijn fractie vindt dat deze begroting op zich een prima beeld geeft. De investeringen zijn, ja, goed. Infrastructuur, onderwijs, dat is het allemaal niet. Maar als je daarmee klaar bent, en ik sluit daar toch wel wat aan bij mijn rechterbuurman van D66,
dan blijft er wel heel weinig ruimte over voor nog wat dingen als van aan de softe kant, als ik zo mag noemen. Voor het cultuur, voor kunst. En dat zijn best wel zaken die ook wat aandacht verdienen. En wat ik probeer aan te geven binnen deze begroting is dat de wens van D66 begrijpelijk is, die onderschrijven wij wel. Maar dat daar toch eigenlijk nagenoeg geen ruimte voor is, tenzij er gesneden wordt aan andere dingen. En die andere zaken, die liggen wel meerjarig tamelijk vast. Akkoord, maar we staan wel dus vrij in dat je zou ook nog kunnen snijden in ambities, et cetera. Er zijn wel mogelijkheden om dingen te wijzigen, maar we zijn het in ieder geval over eens dat we niet muur vastzitten in die artikel 12 dan, wat dat betreft. Nog wel een andere vraag voor de VVD. Ja, uw motie, hè, die wij ook steunen, die lastenverlichting, daar zijn wij voor. En u schrijft daar ook in, hè, in de motie van de woonlasten. Dat is positief, want er wordt ook de OZB maakt daar een onderdeel van uit. Maar ook het afval en het riool, maar die zijn voor mij redelijk kostendekkend. Dus zou u nog aan kunnen geven wat in u nog meer in die woonlasten zit? Nou, laat ik vooropstellen dat, wat ik ook net poogde aan te geven, de VVD-fractie met u volstrekt van mening is, en ik denk meerdere hier, dat het een streven zou moeten zijn om de woonlasten voor ieder huishouden zo laag mogelijk te doen laten zijn. Het bezwaar wat ik ook tijdens de oriënterende ronde aan uw fractie heb duidelijk gemaakt om dat nu te doen, is dat bij een negatieve begroting die het saldo negatief heeft, dat vind ik belangrijker dan u, dat dat een wat rare constatering is. En wat ik net poogde aan te geven, en we hebben er ook al veelvuldig over getelefoneerd, maar dat is hier dan niet bekend, is dat ik vind, mijn fractie vindt, dat je dus geen incidentele baten moet gebruiken voor structurele lasten. Dat is meer principieel. Uiteindelijk vinden wij, en dat is ook de opdracht die we graag aan het college willen geven, dat zodra daar ruimte is, hè, en de meerjarenbegroting laat zien dat daar wellicht ruimte gaat ontstaan, dat er dan voor een wat langere termijn gedachten worden geventileerd om te komen tot een structurele woonverlasting. Dat is ook overigens ter zake de afvalstofheffing. Maar we hebben het al eerder hier gehad over de ROVA. Daar zou, als ik het goed citeer, een net van opgehaald worden om eens te kijken hoe dat uiteindelijk ging. U weet dat mijn fractie wel eens ondeugend een offerte heeft aangevraagd bij een commerciële partij. Dat was 400% goedkoper dan bij de ROVA. Nou, wellicht dat dat een idee is om eens te komen tot structurele verlaging van de woonlasten. Maar uiteindelijk zouden wij graag zien dat er in deze gemeente serieus werk wordt gemaakt. Enerzijds van een solide financieel beleid, nou, daar hebben we allemaal belang bij. Maar daarbinnen ook heel structureel primair ervoor zorgen dat de burgers zo weinig mogelijk belast worden. Dank voor de beantwoording. Fijn dat we ook richting 2018 dan volgens mij wat nader tot elkaar kunnen komen. Misschien kunt u er toch incidenteel eens over nadenken om met incidentele middelen voor 2017 alvast een goede lijn in te zetten. Maar goed, dat laat ik graag aan de beschouwing van de heer Gelling, voorzitter. Eenzelfde soort vraag, of in dezelfde categorie, heb ik ook aan de Partij van de Arbeid. Hè, want ze gaan investeren in een duurzaamheidsfonds. Althans, dat is de bedoeling van het amendement. En u noemt daarbij van ja, hè, want dat tientje in de maand, dat scheelt ons niet zoveel. Nou ja, wij denken dan toch al gauw dat u veelal gebruik maakt van patat speciaal. Want een OZB-verlaging komt mij toch gemiddeld al op €25 per huishouden. Dus mijn vraag is ook aan u, waarom steekt u nu een half miljoen in een duurzaamheidsfonds, waar de kaders en doelstellingen nog niet van bekend zijn, in plaats van dat u nu voor de groep die het meest belast zijn in de afgelopen jaren nu iets terug doet? Dat zijn drie vragen in één. Over hoe ik op het frietje kom, dat is wat het college met deze gelden had voorgesteld te doen, maar dan voor 3 jaar. En dan gaat het over een tientje per maand voor 3 jaar lang. En dat is dus, u mag zelf uitrekenen wat voor frietje, ik weet niet wat voor frietje. Een tientje per jaar. Per jaar. Dus dat is gewoon minder dan €1 per maand. Dat is één. Het tweede is, waarom zouden we dat in een duurzaamheidsfonds doen? Nou, ik ben ook een beetje opgevoed in de discipline dat je incidenteel geld niet voor structurele zaken moet gebruiken. En een duurzaamheidsfonds is geld, of is een incidenteel ding. Als het op is, is het op. Bovendien, zoals ik al vaker heb aangegeven, het gaat ons erom dat je met zo'n duurzaamheidsfonds voor iedereen iets op termijn iets goeds kan doen. In plaats van bijvoorbeeld alleen maar voor de mensen met een eigen huis. En tot slot, wij vinden, het was een meevaller, dus daar hoeft niemand überhaupt ook nog extra geld voor in te leveren. Het is niet zo dat we mensen extra geld of extra belastingen heffen.
Het is geld waar eigenlijk niemand op had gerekend dat we dat na 20 jaar nog eens een keer terug zouden krijgen. En vandaar dat wij dan zeggen, laten we er dan iets nuttigs mee doen. Nou, voorzitter, tegen dat laatste wil ik me toch verzetten. Omdat met het schrappen van die 780.000 euro uit de reserveafvalstoffing er wel degelijk sprake is van een lastenverlichting, een belastingverhoging van 10 euro. Hè? Want de tarieven zullen gelijk blijven wanneer u de 10 euro korting geeft, maar stijgen wanneer u die middelen anders inzet. Dus dan vraag ik aan u, van, maakt u de bewuste keus om een belastingverhoging door te voeren ten behoeve van het duurzaamheidsfonds? Dat is niet helemaal eerlijke voorstelling van zaken wat mij betreft, want die verhoging is al veel eerder afgesproken voordat we überhaupt wisten dat dit geld voor uit de RAVI-gelden beschikbaar kwam. Voorzitter, dat is in mijn ogen volstrekt onjuist, maar... Akkoord, wellicht dat straks het college daar nog terugkomt. Akkoord. En mijn collega heeft nog één vraag. Voorzitter, mag ik daarin van de vergaderorde u een vraag stellen? Ja. Want nu zit meneer Breukeman interessant met mevrouw Luiten te praten over dit fonds. Terwijl wij in ieder geval ook wat vragen hebben over dit fonds. En is het dan de bedoeling dat we dat rijtje afgaan en wij vervolgens weer verder gaan met het fonds? Zou het niet leuker zijn dat alle vragen ter zake het fonds in één keer bij mevrouw Luiten terechtkomen? Dan... Nee, maar dat kan. U mag daarop inschieten. Dan maken we dit onderwerp eerst af. Als u die behoefte voelt en anderen ook, dan gaan we dat gewoon doen. Dus voel u vrij, maar ik begrijp dat er ook nog anderen zijn die daarover willen spreken over dit fonds, zeg maar, wat duurzaamheidsfonds. Dus dan kunnen we dat eerst bij de kop nemen. En dan hebben we dat daarmee dan ook afgehandeld. Dus u mag daar vrij op inschieten wat mij betreft. Dus dan wil ik nu het woord geven aan u als u op dit onderwerp door wilt gaan. Ik weet niet of meneer Dogger, ik wil me niet met de vergaderorde bemoeien, nee, maar als dat niet betreft... Dan moet de heer Dogger even wachten, want het gaat niet over duurzaamheidsfonds, schat ik zo in. Nee. Ook... Nee, oké. Okay. In dat geval wil ik graag meneer Dogger eerst. Ik zou het reuze interessant vinden om uw mening nu te horen. Voorzitter, nou, dan maak ik graag van de gelegenheid gebruik. Want ook de VVD heeft natuurlijk groots ingezet bij de besprekingen ter zake de duurzame ontwikkeling in deze gemeente. De ambities onderschrijven wij. En nou ja, dat er dan wat geld moet komen, dat is ook niet zo gek. Een aantal vragen echter. Wij zien in de begroting al een ton, 100.000 euro, die voor 2017 al geallocceerd is voor de agenda. En die komt volgens mij van het college. Dus wij waren in de veronderstelling dat in ieder geval voor volgend jaar in de aanloop naar de agenda die is vastgesteld, dat toch al voldoende had moeten zijn. Omdat we anders hadden gerekend met het college die wel een vraag zou neerleggen die groter was. Ik weet niet of ik die vraag op u moet neerleggen of straks in de volgende termijn in ieder geval ook van de wethouder behandeld zou willen worden. Maar de concrete vraag nu is, want er wordt een bedrag genoemd, hè, 500.000 euro, en dat vinden wij nogal wat. Te meer omdat we natuurlijk in het verleden wel wat ervaring hebben gehad met bedragen die ergens aangegeven werden. En waarbij dan achteraf wat teleurstellende reacties kwamen ter zake de uitvoering daarvan. En ik hoorde net in het verlengde van meneer Selfsa eigenlijk iets anders zeggen dan dat ik u hoorde zeggen. Ik hoorde meneer Selfsa zeggen, we gaan 500.000 euro reserveren. In afwachting van plannen die gemaakt gaan worden. En als die plannen onvoldoende blijken te zijn, vallen ze terug in de algemene middelen. Nou, dat klinkt ons als muziek in de oren, maar dat hoorde ik u niet zozeer zeggen. Ik zag u graag die 5 ton wat afschermen van die gaan we aan duurzaamheid opmaken. Heel concreet vinden wij het een slecht plan om zonder dat daar een hele duidelijke vraag ligt, zonder dat er een hele duidelijke opdracht ligt, zonder dat er een heel duidelijk meetbaar kader ligt, zonder dat we dus achteraf met vragen komen te zitten die we vooraf hadden moeten stellen, om daarvoor een bedrag neer te zetten. Dus ik zou het bijna willen omdraaien. Een reservering is eigenlijk hetzelfde als een aflossing op termijn. Hè? Dus daar heeft u ons wel redelijk mee. Het bedrag kunnen we het over hebben. Maar wij zouden wel heel graag van u toch een zeer duidelijke toezegging willen hebben dat het niet zo is dat het bedrag leidend is, maar dat uw plannen, de plannen van de raad, leidend gaan zijn. En dat daar uiteindelijk in de overweging een bedrag aan toegekend zal worden. Ik zal maar bij het eind beginnen, want ik weet niet of ik die allereerste nog kan herinneren. Maar wat ons betreft, het gaat ons er simpelweg om. Dat staat ook in het amendement, in de overwegingen. Wij wachten nu op die voorstellen. Maar het zou toch heel zonde zijn als straks ergens in het eerste kwartaal van volgend jaar daar fantastische plannen liggen waar wij met z'n allen ontzettend enthousiast over zijn. En dat we dan weer een hele tijd moeten wachten voordat er geld voor is. Vandaar dat wij zeggen... Nu is dat geld er.
laten we dat inderdaad, ik zou zeggen, het mag op een spaarrekening, u kunt het apart zetten, u kunt het reserveren, het maakt me niet zoveel uit hoe u het noemen wil. Als u bij de ene formulering wat gelukkiger voelt dan bij de andere, vind ik dat allemaal prima. Zodat als er straks plannen liggen en wij zijn daar met z'n allen enthousiast over, dat is een voorwaarde, dat we dan ook dat geld daarvoor kunnen gebruiken. In het vreemde geval dat wij opeens met z'n allen zouden besluiten om helemaal niets meer aan duurzaamheid te doen, dan hebben we dat geld natuurlijk ook niet nodig. Dat spreekt voor zich. Mag ik één actie op? Want uw coalitiepartner ziet alleen maar zwarte cijfers na dit jaar, of na volgend jaar. U kennelijk niet, hè? Want ik kom toch even terug. Die ton heb ik duidelijk van de wethouder, uw wethouder, als ik mag zeggen, gehoord. Dat was voldoende om de duurzaamheidsdiscussie voorlopig te faciliteren. En wat ons wat onduidelijk is, waarom zou u dan die ton niet eerst gebruiken en dan in het zicht van de volgende begrotingen, die allemaal er fantastisch uitzien, althans meerjarig. Ja, voorzitter. Waarom zou u daar nu op wachten en dan bij de kaderstelling bijvoorbeeld, hè, dat is over een paar maanden, dan komen met een hele duidelijk pakket aan voorwaarden, waar u zegt van nou, voor de volgende begroting zouden wij graag dit mee willen nemen in zaken de duurzaamheidsagenda en dan zijn ambities ons niet vreemd. Hè? Ja, ik, als mede-indienaar voel ik me ook eigenaar van deze discussie. Kijk, als we in het eerste kwartaal, en daar is die ton voor, om die agenda vorm te gaan geven, komen tot beleid. Dan stelt u eigenlijk voor, van nou, dan gaan we 3/4 jaar wachten voordat we dat beleid gaan uitvoeren. Als je redeneert vanuit de gedachte, de begroting zit muurvast, dus daar kunnen we dan ook niks mee in doen. Dus wij, ja, regeren is soms ook een beetje vooruitzien. Wij voorzien dat er een duurzaamheidsontwikkelingen gaan plaatsvinden en dat daar mogelijk een fonds bij hoort. En wij zeggen daarom, zet nu al vast dat geldbedrag apart voor het mogelijk op te richten fonds. Komt dat er niet, is het geen goed fonds, ja, dan gaan we dat daarvoor niet inzetten. Dus ik hoop dat u aan de toezeggingen op dit punt van de ChristenUnie voldoende heeft. Want wij zijn mede-indienaar. En in die zin voelen wij ons ook zeer verantwoordelijk voor dit onderwerp. Nou, en daar kan ik nog aan toevoegen, meneer Stelpstra. Volgens mij is het precies hetzelfde als wat ik net zei. We gaan niet nu een beetje geld apart zetten en dan eens bedenken waar kunnen we het in hemelsnaam aan opmaken. Nee, het is duidelijk gekoppeld aan de voorwaarden dat er goede plannen door het college op tafel worden gelegd. Er is nog een ander element wat ik u ter overweging wil meegeven. Op het moment dat je als gemeente zelf laat zien dat je dit, zo'n onderwerp als dit heel serieus neemt, dan helpt dat over het algemeen ook heel erg goed in het overtuigen van andere financiers. Bijvoorbeeld dat het nou provincies is of het nou bedrijven zijn en dat soort mogelijke partners. En daarmee geef je nu natuurlijk wel een signaal af dat Hardenberg het serieus neemt en dat we er hoe dan ook een succes van gaan maken. Op het moment dat we dat niet zouden doen, dan kan je eerst een mooi beleid schrijven en dan moet je daarna gaan kijken en leuren om te zien of andere mensen ook nog met je mee willen doen. Nu doen we, draaien we dat om. Meneer Gelling. En dan wou ik de motivatie is ons duidelijk. Het bedrag nog niet, maar we willen graag even de derde termijn, geloof ik, afwachten wat de wethouder daarvan vindt. En ik zou dan wel graag ook even op hetgeen ik in eerste termijn inbracht een reactie van u willen hebben. Want u gaat wel heel makkelijk voorbij eigenlijk aan het in de begroting opgenomen standpunt dat een meevaller, en ik hoor toch duidelijk dat dit een meevaller is, volgens de begroting, nou, laat ik het doctrine noemen, staat er 2 keer in, vorig jaar nu weer, dat meevallers primair gebruikt gaan worden ter aflossing van de schuld. En daar stapt u wel heel makkelijk overheen. Nou, als ik kijk naar ons gezamenlijk voorstel, dan stappen we er niet overheen. Want we nemen daar een bedrag voor op, voor extra aflossing. Dus we gaan er niet omheen. En voorzitter. Er zijn ongetwijfeld meerdere meevallers geweest de afgelopen jaren. Maar wij vinden het nu dat wij daad bij het woord moeten voegen als raad. Dus in die zin had ik ook verwacht dat u enthousiast zou zijn over beide voorstellen. Duurzaamheid vindt u belangrijk en aflossen vindt u belangrijk. Nou, daar geven we alle 2 invulling aan. We vinden uw... Mevrouw Kelder, ja? Correspondent Duurzaamheidsfonds. Ja, we vinden dit voorstel wel sympathiek, maar we kunnen dat bedrag nog niet goed plaatsen, die 500.000. Dat het zo'n groot bedrag moet zijn, dat zonder dat daar
een plan bijlegt zonder dat daar kaders aan gesteld zijn. Nou goed, als u alleen al kijkt dat wij een ton hebben gereserveerd voor de agenda en je wil daar nou ook nog iets gaan stimuleren, nou dan is een bedrag van 5 ton lijkt me dan nog wel enigszins in verhouding staan om zaken te gaan ontwikkelen. Nou, als u kijkt van hoeveel kost een windmolen, hoeveel kosten zonnepanelen, ja, dat zijn forse investeringen die daarvoor nodig zijn. Dus het helpt niet als wij een dergelijk fonds gaan oprichten en wij zetten daar een ton in. Dat is naar onze mening onvoldoende. Ja, maar, eerst mevrouw Van den Hoek en dan de heer Breukelman. Ja, voorzitter, ik. Mevrouw Van den Hoek. Oh, pardon. Mevrouw Van den Hoek. En dan de heer Breukelman. Ja. Wie het kleine niet eert, meneer Breukelman. Sorry. Nee, ik kan onderschrijven wat meneer Stelpstra zegt. En tegelijkertijd heeft, denk ik, de heer Gelling in zijn eerste deel van de vraagstelling expliciet kristalhelder en goed aangegeven waar dit fonds naartoe zou moeten gaan. En wat we niet gebruiken, moet dan ook terugvloeien. Als het uw begrotingshart geruststelt, als we het niet gebruiken, natuurlijk moet dat misschien wel terugvloeien om de schulden dan nog meer af te lossen. Dat zou natuurlijk een overweging waard kunnen zijn. Maar als je ambitie uitspreekt, moet je ook ruimte ervoor creëren. En wij hoopten eigenlijk dat u als liberaal de ruimte tot investeren toch ook mogelijk wilt maken. En met gezond verstand, absoluut. Dus uw eigen woorden, dat is absoluut de strekking zoals in ieder geval GroenLinks hem heeft gelezen. En daarom ondersteunen wij hem ook vanuit die optiek. De heer Breukelman. Ja, dank u wel, voorzitter. Want ik hoor toch een aantal dingen waar ik bij aan wil haken. Zowel in het betoog van de VVD als van op koers. Er staat nu een ton voor duurzaamheid gereserveerd. Wat ik begreep overigens is dat het college al in december met een voorstel of met een notitie komt. Dus die ton gaat wel heel snel op volgens mij. Of die ton is er nog niet in is uitgegeven. Dus een van de twee dingen. Misschien zit er nog wel wat ruimte in om ook iets mee te doen. Maar laten we, wat het CDA betreft nou zeggen, laten we eerst nou die kader stellen met het beleid komen en doen en handelen zoals wij in de laatste jaren hier hebben afgesproken. Dat het financiële middelen, het geld, het beleid volgt en niet andersom. Het potjes denken, daar waren we nou juist vanaf. Akkoord. Ja, ik vind het mooi dat u refereert aan naar vasthouden aan afspraken. Goed. Ik zou het prettig vinden, heer Stelpstra, als u via de voorzitter spreekt. Excuses, voorzitter. Dank. Hebben we daarmee duurzaamheidsfonds voldoende besproken, als thema? De heer Doggen nog of niet? Ja. Dan heeft u absoluut nu de gelegenheid. Ja, ja, ja. Voorzitter, een paar vragen aan de heer Stelpstra, waaronder ook over het duurzaamheidsfonds. Want hij geeft wel aan dat hij verwacht dat er in maart een plan van aanpak komt en dat we dan geld moeten hebben voor 2017 om dat gaan uit te voeren. Maar ik zou hem eigenlijk willen vragen om eens even een lijstje te maken van de duurzaamheidsprojecten die de laatste jaren hier in deze gemeente zijn gestart. Hoe lang daar de voorbereidingsprocedures zijn geweest en nog allerlei projecten die lopen, hoe lang die procedures al lopen. Dus ik denk dat de uitvoering nog wel heel wat later zal komen als in de tweede helft van 2017. Daar wil ik graag een reactie op of hij die plannen kent die heel snel uitgevoerd kunnen worden. Tweede vraag die ik heb is van waarom de ChristenUnie instemt met een verhoging van de afvalstoffenheffing voor onze burgers. Terwijl ik een beetje uit het betoog van de heer Stelpstra opmaakte dat ze heel nadrukkelijk naar de toekomst kijken en dus toch belastingverhoging gaat voorstellen. En de derde vraag die ik heb, dat ziet niet meer op het duurzaamheidsfonds, maar dat is een ander aspect. Dat is de aflossing op de schulden. De heer Stelpstra was hier vorig jaar ook aanwezig en heeft toen de begroting ook gelezen. En als hij die begroting legt naast de begroting die er nu voor ligt, dan zal hij zien dat het college inmiddels in de meerjarenopstelling van de afname van de netto schuldquote daar ruim 1% realiseert. Terwijl hij met zijn voorstel nog niet, nou misschien net op 0,1% komt met die 200.000 euro die hij voorstelt. Dus hij maakt wel een opmerking dat het beleid ten aanzien van het terugdringen van de netto schuldquote niet is ingezet. Maar de feiten liggen anders, daar zou ik toch een graag een reactie op. En de laatste vraag die ik aan de heer Stelpstra heb is als hij denkt ruim 2 ton in te kunnen zetten om de schulden af te lossen. Ik heb altijd geleerd als je schulden wilt aflossen moet je geld hebben. En wat hij doet is een voorziening wegstrepen. Maar daar creëren we geen geld mee. Dus ik wou eigenlijk graag weten waar hij dat geld vandaan haalt om de schulden af te lossen. Ik stel voor dat we eerst de vraag van duurzaamheidsfonds afhandelen. Dat zijn de eerste twee vragen. En dan kijken of we dat daarmee dat thema ook kunnen afronden. En dan gaan we dan over naar de schuldenproblematiek.
Nou goed, wellicht dat de heer Dogge straks nog een aantal vragen kan herhalen. Als eerste vraag, u vraagt of ik een lijstje wil maken. Nee, dat ga ik niet voor u doen, dat mag u zelf doen. Maar als we kijken naar snelheid van innovatie op duurzaamheid, als ik zonnepanelen bestel, kunnen ze morgen op mijn dak liggen. Dus dingen kunnen snel gaan, maar als je het hebt over een windmolenpark, dan kan het lang duren. Dus waar u naartoe wilt met uw vraag is mij niet duidelijk. Ik krijg alleen de indruk dat u een bepaald punt wilt scoren. Wat was uw tweede vraag? Nee, voorzitter, wij willen gewoon dat er eerst beleid komt en dan uitvoering. En inderdaad zonnepanelen. Maar daarover leggen wij op. Daarover ben ik volgens mij duidelijk geweest. Dat is niks nieuws. Wij willen ook een plan. Maar wij voorzien dat het plan, en wij hopen dat van harte, zo snel mogelijk klaar is. En dan willen we ook aan de slag. En dan kunnen we niet wachten, tenminste, zo zie ik uw inzet. Nou, we gaan een heel jaar een plan maken en dan gaan we in 2018 dus wat doen. Nee, dat gaat ons niet snel genoeg. Ik heb alleen gewezen op de consequenties van grote innovatieve plannen rondom duurzaamheid. Als je het hebt over grote, grootschalige projecten, windenergie, biomassa, noem maar op, dan wordt ik hier aan gedacht. Ja, maar laten we eerlijk zijn, is daar 5 ton voldoende voor een windmolenpark? Voor die dermate grote investeringen, die in het algemeen natuurlijk wel vanuit de maatschappij komen, dat zijn geen overheidsprojecten, volledig althans niet, dat soort projecten kent gewoon een hele lange doorlooptijd. En als je op een gegeven moment je doelstellingen hebt geformuleerd, dan kun je dan wel op een gegeven moment ook de funding gaan zoeken voor die investering die je gaat doen. Dat hoeft nu niet. Nee, kijk, vanuit uw eigen redenatie heeft u helemaal gelijk. Maar wij kijken ook naar kleine initiatieven. Wij willen ook het low hanging fruit. Om deze discussie af te ronden, u heeft bij uw punt volgens mij meer dan voldoende gemaakt. Mevrouw Luit? Ik wilde meneer Dogger er ook nog even op wijzen dat juist in zijn eigen argument ook het antwoord al besloten ligt. Namelijk juist omdat we hier al een hele tijd ermee bezig zijn, liggen er ook heel veel initiatieven klaar. En inderdaad, windmolenparken, dat duurt nog wel even. Maar daar hebben we dan ook niet genoeg voor. Kleinere initiatieven kunnen wel degelijk op korte termijn worden opgestart. Akkoord. Ik ga terug naar de heer Stelpstra. Weet u de voorzitter, weet u de vragen nog? Nou, de heer Dogger heeft vragen gesteld over het duurzaamheidsfonds. Ik had aangegeven van als dat nu ook voldoende besproken is door iedereen, dan kunnen we dat thema afronden. Is dat akkoord? Dat is akkoord, hè? Nou, voorzitter, ik mevrouw Van de Hoek. Ik zit me ontzettend te ergeren. En dat wilde ik toch heel graag met u delen als mag. Dat mag. We hebben 2 sessies gehad over duurzaamheid. En over de slagkracht die we nodig hebben in de stap en de kaartstelling die we nemen. Dat daar middelen voor nodig zijn. Ik weet niet of, ik kan me niet goed herinneren of u erbij was, meneer Dogger. Maar daarin is toch echt wel wat meer gezegd dan alleen we gaan een plannetje opstellen en grootschalige zaken die nemen heel veel geld en het gaat heel lang duren. Dus expliciet aangeven als we een hoge ambitie willen uitspreken, dan zijn er middelen voor nodig. Die agenda opstellen en expertise in huis halen, daar schatten we nu ongeveer in dat het een ton gaat duren. Willen we concreet de volgende stap zetten, moet het er middelen komen. Het enige wat wij zeggen is, willen we dat? Ja, dat hebben we gezegd. We hebben allemaal gezegd, we willen een hogere ambitie. Daar moet dan wat tegenovergesteld worden. Op voorhand vragen wij dan om na te denken, om het beschikbaar te stellen, zodat we de volgende stap in de versnelling ook kunnen doen, meneer Dogger. Zodat we niet over 12 jaar nog een windmolenpark krijgen, alstublieft. Voorzitter, mijn fractievoorzitter heeft in zijn betoog heel nadrukkelijk aangegeven waar het CDA voor staat. En als er goede plannen zijn, dan zijn wij de eerste om daar ook geld voor beschikbaar te stellen. Maar eerste plannen. Akkoord. Volgens mij voldoende besproken. Mevrouw Van de Hoek heeft haar hart gelucht. U heeft nog eens een keer duidelijk aangegeven waar u staat ten aanzien van de duurzaamheidsinitiatieven. Lijkt me voldoende helder. Ik stel voor dat we overgaan naar het volgende thema, de schuldenvraagstuk. Schuldenproblematiek. De heer Dogger had 2 vragen voor u gesteld. De eerste weet ik nog. Wij roepen op om sneller te gaan bewegen. U bent tevreden met 1%. Wij willen sneller. En natuurlijk, wij zouden het liefst miljoenen gebruiken, maar we zien geen miljoenen. Dus waar u naartoe wilt met uw vraag van 2 ton is 0,01%, ook dat snap ik niet, want ik kan zelf ook rekenen. Maar wij willen die beweging maken, wij zien een meevaller en wij zeggen wij hebben met elkaar afgesproken, meevallers gaan we inzetten voor aflossing. Maar mag ik u wedervraag stellen, meneer Dogger? Hoe kan het dat als het CDA een belastingverlaging en OZB-verlaging wenst, er in alle potjes wordt gegraaid. We gaan uit het riool halen, we gaan uit het afvalstoffen halen.
Ik meen mij te herinneren dat hier een partij was die altijd zo principieel vasthield aan dat soort kaders. En dat lijkt volledig losgeslagen. Ik sta echt te klapperen met mijn oren, voorzitter. Want ik kan niet begrijpen wat hier op dit moment gebeurt. Wellicht dat de heer Dogge daar duidelijkheid in wil geven. Ja, we hebben een hele consistente lijn. En die lijn is, als er middelen zijn, beschikbaar in fondsen of in overschotten, dan willen wij die graag inzetten, zeker als dat kan, om een belastingverhoging niet door te laten gaan, die incidenteel wat ons betreft voor 2017 gedekt moet worden. En structureel zit er ruimte in de meerjarenbegrotingen. Maar de heer Stelpstra gaf geen antwoord op mijn vraag waarom hij die verhoging van de onroerend zaakbelasting wenst. En hij gaf ook geen antwoord op mijn vraag waar hij om de schulden af te lossen mee komt met welk geld. En hij gaf ook geen antwoord op mijn vraag. Laat mij direct even reageren, voorzitter. Eén moment, de heer Stelpstra. En de heer Stelpstra gaf in zijn betoog aan dat het op dit moment door het beleid van het college geen werk werd gemaakt van het terugdringen van de schuldpositie. En daar heb ik hem alleen gewezen om de begroting in 2016 en 2017 naast elkaar te leggen. En dan ziet hij dat daarin meer als een factor 10 wordt gedaan aan terugdringing van de schulden als wat de heer Stelpstra nu voorstelt. Heer Stelpstra. Wat was de eerste vraag ook alweer? Waarom u voor belastingverhoging bent. De tweede vraag is van waar u geld vandaan had voor aflossen van de schulden. En de derde vraag is van of u de begroting 2016 nog wel kent. Nou, de begroting ken ik. Kijk, wij gaan niet lasten verzwaren. Er is een voorstel van het college geweest om de RAVI-gelden te bestemmen als voor de afvalstoffen. En daarmee kan je automatisch het tarief dempen. Ik was, dacht ik, vrij duidelijk geweest. Wij zien dat als een meevaller, niet als iets wat bestemd zou moeten worden in de afvalstoffenreserve. En dat u daarmee impliceert van ja, als we het voorstel van het college hadden gevolgd, dan hadden we de belasting kunnen verlagen. Nou, wij zeggen nee, het is een meevaller. Die gaan we inzetten voor aflossing. Dus wij verhogen geen belasting. Als we het hebben over de OZB-belasting, dan hebben we daarover afspraken met elkaar gemaakt. Dat noemen we een bezuinigingsprogramma. Daarin hebben we ambtenaren ontslagen, hebben we in het beleid zitten snijden, en als laatste zouden we ook wat van de burgers vragen. Nou, daar wilt u op terugkomen. Nou, dat is voor uw rekening, maar wij vinden dat niet kunnen. Akkoord, daarmee zijn het volgens mij de standpunt. Voorzitter, er zijn nog vragen over, want ik weet absoluut nog niet waar de heer Stelpstra geld vandaan haalt om de schulden af te lossen als hij een reserve daarvoor wil inzetten. Nou, we gaan hij moet geld op de plank hebben volgens mij om die schuldenaren te betalen. Nou, laten we het heel simpel houden. Er is een vrijval van die RAVI-gelden en die willen we daarvoor beschikbaar stellen. Maar u moet toch begrijpen dat als je een voorziening vrij laat vallen, dat er geen euro extra bij u op de bankrekening komt. En als u schulden wilt aflossen, zult u wel geld op de bank moeten hebben. Ja, dat begrijp ik. Maar goed, als je die vrijval kan gebruiken om de lasten te verlichten, dan moet je dat ook kunnen gebruiken om de schulden af te lossen. Ja, dan denk ik dat u maar meegaat met ons amendement, want je kunt inderdaad wel een voorziening inzetten om belastingtarieven te matigen. Ja, maar je kunt geen voorziening inzetten om geld op de plank te creëren. Dat ontstaat namelijk niet. Akkoord. Ik stel voor, u heeft beide uw punt gemaakt om de discussie even weer uit de techniek te halen, zeg maar. Op zich terecht punt, maar om hem weer terug te brengen naar de keuze die gemaakt moet worden door deze raad. Anderen nog over de schuldenpositie. Zullen we dat, de heer Gelling? Ja, voorzitter, vanzelfsprekend. Wij zijn natuurlijk buitengewoon content met de opmerkingen die meneer Stelpstra gemaakt heeft namens de ChristenUnie in zaken het meer principiële besluit om schulden te verlagen. Wij zijn natuurlijk wat teleurgesteld, wat ik al in mijn inbreng aangaf, dat niet het hele bedrag er naartoe gaat. Maar ik heb even de neuzen geteld in het amendement. En om iets te gaan doen, nog iets van een schuld af te lossen, hoe klein het promillage ook, zullen we toch vanavond ergens op uit moeten komen. Dus dat kan nog spannend worden. Ik had meneer Dogge flauw genoeg willen vragen of we dan vandaag wel in een congres zaten van fiscalisten. Maar dat zou flauw zijn. Ik herhaalde dan zijn vraag van 2 weken geleden en dat zal ik niet doen. Wij vinden het heel goed om aandacht te vragen voor de schuldpositie. Wij vinden het prettig dat daar nu wat meer gedachten ontstaan om voor de toekomst in ieder geval te bezorgen dat die naar 100%, dat is een streven, dat heb ik onthouden uit de bijdrage van mezelf. En dan moet je ergens een begin maken, hoe klein ook. Wij hadden graag het begin groter gezien en we zijn er nog niet uit.
Wij wachten graag even de wethouder af ter zake de benodigde gelden in zijn beleving voor een fonds van duurzaamheid. Maar de gedachte van schuldafname, voorzitter, daar kent u ons voor, die onderstrepen wij. Als eerste. Goed, dank u wel. Wij waren gebleven bij het rondje even vanuit partij gezien bij het CDA. Ik weet niet of er nog vragen zijn blijven liggen. Want dan ga ik de ronde nu door om te kijken of er nog andere vragen zijn ten aanzien van de amendementen. Mag u één vraag stellen? Wanneer overweegt u om te gaan schorsen? Want ik zit 2 uur op mijn stoel. Ik vind het heel interessant. Ik kan niet weglopen naar het toilet gaan, maar ik moet wel even. Ja, dan moet ik nu doen aan damage control, zou ik bijna zeggen. Dat betekent dat ik ogenblikkelijk zou moeten gaan schorsen. Maar misschien is het wel een moment. Het is 9 uur en de heer Boersma heeft de behoefte, zullen we maar omschrijven. En dat geldt misschien voor meer mensen. Ik stel voor om de vergadering met 10 minuten te schorsen. Akkoord? Akkoord. Vergadering is geschorst. Beste mensen, mag ik verzoeken om uw plaatsen opnieuw in te nemen? Dan kunnen wij de raadsvergadering weer beginnen. Dames en heren, ik heropen de raadsvergadering van dinsdag 8 november 2016. En ik constateer dat we in de tweede termijn nog steeds zitten. Dat er 5 amendementen zijn en 2 moties. En dat we hebben gesproken onder andere over de schuldenpositie, het duurzaamheidsfonds. En dat een aantal vragen zijn beantwoord. Er wordt discussie geweest. En ik verzoek om uw medewerking om de tweede termijn nu volgens mij redelijk vlot te kunnen afronden. Maar ik wil u wel de gelegenheid geven om nog met elkaar in debat te gaan, dan wel nog vragen te stellen. Het CDA heeft aangegeven geen behoefte te hebben om nog nadere vragen te hebben. De ChristenUnie kijk ik nu in de richting van de ChristenUnie, de heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb nog een vraag aan het CDA. In hun bijdrage hoorde ik dat wij in 2020 een mooi overschot hebben. Ik was benieuwd of het CDA zich ook gerealiseerd had dat wij in 2020 geen enkele incidentele investering nog hebben geprogrammeerd, omdat het nog zo ver weg zit. Dus ja, lopen we niet heel erg op de zaken vooruit. Wellicht wil die eerst even reageren, dat is makkelijker. Akkoord, de heer Breukeman. Ja, voorzitter, goed, daar hebben wij naar gekeken, maar zoals ik aangaf zien wij ook op andere punten toch wat lichtpuntjes. En wij denken dat er meerjarig voldoende ruimte is om ook wat te kunnen investeren. En daarbij wil ik ook benadrukken dat er in het verleden natuurlijk ook een aantal grote incidentele investeringen gedaan worden, waardoor we het resultaat, resultaat flink gedrukt hebben. Nou, dat zal in de toekomst misschien ook wel zo zijn, maar daar zien wij de ruimte voor en zien het als een uitdaging om daar straks mee om te gaan. Akkoord. Andere vragen? Maar u vindt het dus niet dat u vooruit loopt op bepaalde zaken? Nee, juist niet. Oké. Okay. Ik ben ook nog wel, maar goed, ik heb het net ook wel aangegeven, dat ik verbaasd ben dat afgeweken wordt van de lijn om bepaalde reserves een doel, die een doelbestemming hebben, zoals het riool. Ik was erg verbaasd dat daarin wordt voorgesteld om daar 60.000 euro uit te halen. En ik kan dat niet rijmen met de lijn die het CDA altijd heeft gevolgd. Het gaat daar naartoe, dus dan is het ook daarvoor bestemd. En mijn gevoel is dat de wens om tot OZB-verlaging over te kunnen gaan, of de verhoging niet door te zetten, groter is dan het principe van bepaalde bestemmingsreserves. Daar komt bij dat die bestemmingsreserves een vrij grote spreiding hebben. Iedereen die in de gemeente woont, die heeft een rioolaansluiting of een afvalaansluiting. En een verlaging via die twee komt dus een hele brede doelgroep ten goede. Als we kijken naar de OZB, dan is die doelgroep weer een stukje kleiner. Dat zijn alleen de woningeigenaren. U geeft aan dat ja, de minima ook een belangrijke doelgroep is. Maar die valt volledig buiten dit doel door te zeggen, ik ga alleen maar op de OZB zitten. Dus het verbaast mij een beetje dat u niet zozeer kijkt naar algemene lasten, maar sec naar de OZB. Akkoord.
Het is niet zozeer een vraag. Nou, er zijn een aantal vragen wat ons betreft. Daar zouden we graag op willen reageren. Oké, meneer Dogge. Het verwijt dat wij een voorziening in gaan zetten ter dekking, ja, die kan ik meteen terugspelen, want dat gebeurt natuurlijk bij de kant van de ChristenUnie ook. Maar daarvoor hebben we reserves. En ik wil maar even een klein stapje terug doen in de tijd. In 2013 is op voorstel van het college een afroming is toen plaatsgevonden van de reserves. En daar stond ook de reserve riool. En die is toen verdeeld in van wat hebben we nodig voor riool en wat hebben we daarvoor niet nodig. En voor datgene wat we niet nodig hebben, dat is voor alle reserves gedaan, is uiteindelijk 40% afgeroomd om zeg maar onze algemene reserve op dat moment op peil te brengen. Met andere woorden, daar hadden wij ook nog gewoon meer uit kunnen halen toen om daarmee allerlei plannen te financieren. Die ruimte zit erin. En ik heb contact gehad met de afdeling Financiën en de reserve riool is inderdaad een reserve die besteedbaar is. Dus wij hebben wat dat betreft gewoon onze keuzes niet laten beïnvloeden door kan het wel of kan het niet, maar is het er of is het er niet? En het is er. Dat is een interessant punt. Dus u zegt, de bestemmingsreserve riool, daar kan je vrijelijk geld uithalen om dat elders te bestemmen. Nee, ik heb gezegd dat het college ons een voorstel heeft gedaan waarbij zij heeft aangegeven wat er in de reserve zit, welk deel daarvan onder beslag ligt, dus wat in de plannen thuis hoort, en welk deel daar dus als overschot in zit. En van dat overschot in de reserve rioolheffing hebben wij 40% afgeroomd van het overschot. Dus er zit gewoon nog 60% in die pot wat we voor riool niet nodig hebben. Dus het is een reserve die voor de raad beschikbaar is om aan te wenden. En dat geldt ook voor de reserve afval wat ons betreft. Als je het niet nodig hebt, kun je daar gebruik van maken. Voorzitter, ik krijg een beetje een déjà vu gevoel van een aantal vergaderingen inmiddels die we als raad hebben gehad. En dat we opnieuw redelijk in de specialistendiscussie gaan duiken. En voorzitter, het is wel goed om het historisch perspectief toch wel in de gaten te houden. Dat vind ik prima, maar dat hoor ik nu ongeveer al vanaf de zomer in deze raad elke keer terugkomen. En ik vind dat we bij deze begroting nu knopen moeten gaan doorhakken. En ik veronderstel dat gewoon de kennis aanwezig is of dat die is verworven, zeg maar. Dus ik zou beide fracties willen vragen om op een iets hoger niveau de discussie te gaan voeren. En misschien hoeft er ook helemaal niet zoveel meer gezegd te worden, want ik had de indruk dat we na de schorsing door zouden kunnen gaan en we vervallen opnieuw terug in dezelfde discussie. En misschien net iets ander thema hoor. Maar het wordt een hele specialistische discussie opnieuw. En we zitten inmiddels, de kaderstelling hebben we gehad in het voorjaar. We zitten bij de begroting, bij de afronding van de begroting. Zou ik echt willen vragen om discussie op een ander niveau te gaan voeren. We kunnen ook het antwoord van de wethouder in het college afwachten. Hè? Om te kijken hoe die er tegenaan kijken. Ons staat. Ja, we maken wel bezwaar tegen het feit dat verschillende systematieken door elkaar heen lopen. Maar laten we dan de beantwoording afwachten. Precies, daar kan het college wellicht ook nog op ingaan om helderheid te geven om in ieder geval dat nog even uit te leggen. En dan stel ik ook voor dat we kijken van, ja, waar gaan we nu naartoe? Politiek, welke keuzes gaan we maken met elkaar? Akkoord? Akkoord, dank u wel. De heer Stelpstra. Dank u wel, ik ben blij dat u ook even uw hart hebt kunnen luchten. Dan ga ik even. Was het zo duidelijk, dank u wel. Ja. Ik wil even naar de VVD-fractie. Ik was ook getriggerd door het woord, alles zit muurvast. Ik denk, wij zijn het hoogste orgaan, wij besluiten alles. Dus in feite, als wij wat anders willen, dan kunnen we dat doen. Al lijkt me dat, net als u, het onverstandig om nu een heleboel wijzigingen te gaan doen, omdat we in de min zitten. Ik hoorde u ook zeggen, ik denk dat de burgers dat vinden, ik denk dat de burgers dat vinden. En nog een keer, ik denk dat de burgers dat vinden. En toen vroeg ik mij af, heeft u een onderzoek gehouden onder de burgers? Of heeft u het sek over uw eigen achterban? En dan hoor ik u iets roepen over kruidenierschap. Vijf ton vind ik toch iets groter dan kruidenieren. Maar goed, laten we daar niet een hele discussie over gaan voeren. Vindt u niet dat vijf ton voor duurzaamheid een substantieel bedrag is? Dat zijn even mijn twee, drie punten. Akkoord, dank u wel. Ik weet niet of de heer Gelling daar direct op kan ingaan. Zeker, nou niet ter zake van het vastzitten van de begroting, want daarvoor verwijs ik naar mijn antwoord aan, naar ik veronderstel, meneer Breukelman.
Dat heeft meneer Stelpshout vastgehoord. Mijn hele referaat, voorzitter, ik ben wat teleurgesteld dat het bij meneer Stelpshout niet aangekomen is, is dat ik juist probeerde aan te geven dat de burgers het zat zijn doordat in mijn beleving volle idioten goede kans maken om president te worden van Amerika, maar ook zelfs van Nederland, als we nu oppassen, nog geen president, maar premier. Wat in mijn beleving, en dat was niet alleen bij mijn achterban, maar in heel Nederland, wat ik daarmee wilde aangeven, is dat men het kennelijk zo zat is dat er maar een potje van gemaakt wordt overheidswegen. Dat mensen die zeggen dat ze het heel erg zat zijn, kennelijk over een grote meerderheid kunnen beschikken. Dus dat was niet een empirisch onderzoek, als wel een constatering die ik zo even uit de losse pols deed en probeerde mijn verhalen op te hangen. Ter zake het Keulen dat was dus een eigen beleving. Nou ja, ik geloof dat de hele wereld zich ernstige zorgen maakt over wat er in Amerika gebeurt. Ik ben blij dat u er niet hoedt overigens, dat u hier nog rustig wakker wordt. Maar dat daar wat gebeurt, dat is de rest van de wereld niet ontgaan, meneer Stelpstra. Ja, u legt mij bepaalde zaken in de mond die ik niet heb gezegd. Dus ik vind dit een beetje een... Ik leg u helemaal geen zaken in de mond. Nou ja, u geeft aan dat ik me daar geen zorgen over maak, maar... Ik heb mij dat zelf niet horen zeggen. Dat was niet mijn bedoeling. Ik ga verder. Ik heb even meegeschreven naar kruidenierschap. Wat ik daarmee bedoelde was het uitruilen van stemmen. Een verwijzing naar mijn rechterburen, de fractie van opkoers.nu. Waarbij ik sterk het gevoel kreeg dat ze, en dat is ook weer een vuige aanname hoor, maar die ik toch even deed. En daar zijn algemene beschouwingen voor. Dat ze wat getipt zijn door meneer Dogger van als jullie nou €60.000 uit het afval of uit het riool halen. Was het... dan kunnen jullie de hondenbelasting krijgen als je meestemt met mijn OZB-plannen. En dat heb ik... Voorzitter, dat is volstrekt onjuist. Volstrekt onjuist. Maar dat heb ik... Ik ben zo vrij geweest. Dat is een algemene beschouwing. Er zijn daarvoor, voorzitter, om niet gestaafde waarderingen te doen. Dit was nummer 2. En nummer 3, daar ga ik op uw niet gestaafde waardering. Dat is namelijk de €500.000 voor het duurzaamheidsfonds. Want dat is wel een hele goede gedachte. En die gedachte onderschrijven wij wel. Maar daarvoor ontbreekt nou net iedere opbouw en iedere motivering om anders dan dat u het sympathiek brengt. Dat is absoluut zo. Anders dat iedereen hier onderschrijft dat duurzaamheid een belangrijk item is. Maar dat deden we ook met recreatie en toerisme, voorzitter. Daar hebben we ook een heleboel aan besteed. Zou mijn fractie graag willen voorkomen dat we hier over 3 jaar zitten. Ik zei net buiten dat er een paar Tesla's hier in de schuur staan en daarmee 5 ton weer op is. Wij willen graag heel constructief meedenken in de duurzaamheid. Maar niet aan facturen voor derden, maar aan iets waar onze burgers wat aan hebben en wij als gemeente wat aan hebben. Duidelijk. Akkoord, dank u wel. Dank u wel. Wat waren de vragen van de zijde van ChristenUnie voor dit moment? Dan ga maar even een rondje gewoon. GroenLinks, geen bijdrage meer in deze termijn. Nou, eerlijk gezegd, voorzitter, dat me de lust eigenlijk wel een beetje vergaat. Want het lijkt wel een wedstrijdje verpiezen met kennis en... Ik voel me niet geroepen om daar iets van toe te voegen. Ja, maar dat hoeft u dan ook niet te doen. Dank u wel. De VVD. Voorzitter, wat een verschillende beleving. Hè? Ik vind het juist een hele leuke avond. Er wordt eindelijk eens een keer wat gedebatteerd hier in deze raad. En daar zijn we toch uiteindelijk voor. We hoeven niet op voorhand over eens te zijn. En ondanks de wat gekleurde vragen van meneer Stelpstra van de zijde van de VVD naar ChristenUnie louter lof. Meneer voorzitter, wij zijn niet zo rancuneus. En ik ga even het rijtje af. Ik heb namelijk meegeschreven en niets dan lof voor zijn initiatief om mensen die dat leuk vinden, en er zijn er nogal wat, uit te nodigen voor een hernieuwde visie op het grondbedrijf. Wij doen daar natuurlijk zeker mee. Ik heb hier onderschreven, goed idee, meneer Stelpstra. Nou, dat mag u ook meenemen naar huis. Dan het saldo, dat is negatief. Nou, dat hadden we beide geconstateerd. En dat u dat incidenteel structureel wil maken, heb ik u al tijdens de oriënterende ronde gezegd. Dat is natuurlijk een wat rare gedachte, want dat is een... contradictie in termini. Wat er moet gebeuren is iets anders. Wij zullen hier wat beter moeten begroten. Dat we uiteindelijk wat ruimte creëren om daar incidentele uitgaven mee te doen. Die overigens passen in de begrotingsdoctrine. Ik ben telkens kwijt, maar er was iets met onuitstelbaar en onvermijdelijke. Iets van die aard. En dan kom je tot incidentele uitgaven. Daar hebben we afspraak over gemaakt. De schuldpositie had ik wel gecomplimenteerd. Uitstekend. De winkelcentra hebben wij meegedaan, voorzitter, aan de... motie, amendement, ik weet niet wat het was, maar dat wat u ingediend hebt, dat vonden wij ook. Uiteindelijk hebben wij nog de duurzaamheid. Nou, daar lijkt mij genoeg over gezegd, althans in deze termijn. En dan blijft er nog de Hardenberg-norm. Ja, en daar begon ons hart natuurlijk te slaan van vreugde, meneer de voorzitter. Want daar zijn we natuurlijk buitengewoon voor. Bij de coalitiebespreking hebben we het al gehad over normen voor de schuldquote. Daar refereren wij nog steeds aan, daar kunnen we nog jaren mee doen. Maar wij kijken natuurlijk uit naar een plan van meneer Stelpstra om uiteindelijk te komen naar die 100% NSQ.
En daar gaan we dus elkaar ook in vinden. Dus vanuit de zijde van de VVD louter lof. Dan hadden wij nog naar op koers, ja, nou ja, kruidenierschap, ik heb het al gezegd. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hier wat stemmen uitgereild zijn. En hoe sympathiek ook het voorstel, meneer de voorzitter. Ja, de hondenbelasting is weg en het lijkt er een beetje op. Alsof op koers hangende dat voorstel toch nog iets wil doen voor die honden. Hè? Want het zou toch jammer zijn als ze daar jaren over gesproken hebben en dat de overheid dat ineens dan afhaalt. Hè? Dat is natuurlijk spijtig. Dat wil Alkoers natuurlijk zelf doen. Nou, dat had ik u ook gegund. Alleen om de geld uit te halen ten laste van de... Dat was het ook weer riool, geloof ik, hè? Ja, nou, ja, dat is natuurlijk een raar plan. Dus hoe sympathiek ook, hoe hadden wij het u ook gegund om de minister voor te zijn. Wat ons betreft gaat het in ieder geval niet lukken. Maar wellicht dat u daar anderen voor vindt. Nou, voorzitter, dat was wat ik daarvoor had. Dank u wel. Prima, dank. D66. Voorzitter, dank u wel. Ja, ik hoor in ieder geval een aantal thema's hier vanavond terugkeren. En daar zal ik u verder ook niet veel mee vermoeien. Maar aangaande duurzaamheidscentrumplannen, klopt ons hart op zich ook wel weer sneller van. Dus er zijn heel veel snel kloppende harten aan deze kant van de tafel. Waarbij natuurlijk wel de vraag is, hoe gaan we dit allemaal invullen? En daarover moeten we nog eens een keer misschien van gedachten wisselen. Dat brengt mij wel op het punt van die Hardenberg-norm, of zoals wij hem hebben genoemd, de Stelpstra-norm. Ik begrijp, maar misschien begrijp ik het niet helemaal juist, dat een deel van die normering gaat over een percentage aflossing van de schuldenpositie en een deel voor lastenverlichting voor onze inwoners. Waarbij ik mogelijk zou willen toevoegen, als u dat goed vindt, om daar ook een deel voor nieuw beleid aan toe te voegen, zodat we ook daadwerkelijk gewoon stappen kunnen zetten op die punten die ik zojuist noemde. En ik wil graag daar uw reactie op. En ik heb nog één vraag aan, aan het adres van de ChristenUnie. Dat gaat over de motie voor het centrumontwikkeling. We vinden het een op zich charmante motie. Echter zien we graag een wat betere uitwerking van het beleid daaromtrent. Omdat het nu lijkt te gaan over koopcentra, terwijl het wat ons betreft wat meer gaat over een flexibilisering van die centra voor wonen, winkelen en beleving. Ook graag daar een reactie op van de collega's. En daar wou ik het dan ook bij laten. Dank u wel. Ik kijk eerst even in de richting van de ChristenUnie, die eerst zelfs daarvoor een antwoord wil geven en kan geven. Ja, natuurlijk. Ik heb pen en papier gepakt, dat werkt toch beter. De Hardenberg-norm. De gedachte is dat we op voorhand gaan kijken, stel we hebben een overschot, hoe gaan we dat verdelen? Dus gaan we een gedeelte gebruiken voor het liefst extra aflossen, een gedeelte voor lastenverlichting, incidenteel, structureel. En dat zou prima, zou er een parameter bij kunnen voor nieuw beleid of een parameter voor investeringen. En zo zijn er wellicht wel meerdere zaken te benoemen. Onze gedachte is, laten we daar eens als financieel specialisten ons over buigen en kijken of we een gezamenlijke modus kunnen vinden die we als handleiding kunnen gebruiken als er goed weer wordt gesignaleerd. Dan de motie over het centrum. Ja, er zijn ontzettend veel ontwikkelingen binnen het centrum. En u geeft aan van ja, ik vind hem te smal. Want het gaat alleen over de winkels. Ik geef aan, voorzitter, als ik mag, dat het mij wat smal oogt. Maar mogelijk heeft u wat bredere ideeën die daarachter zitten, die mij niet helder zijn. Maar dat kan ook aan de lezer liggen natuurlijk, hè? Niet aan de auteur per se. Nou, er zitten wel bredere ideeën achter. Maar we nemen als uitgangspunt de huidige ontwikkeling, die is ingezet met de detailhandel structuurvisie. En een van die uitkomsten is dat het centrum compacter zal moeten worden en aantrekkelijker. En dat betekent dat bepaalde functies ook in gebieden komen. Wij zien daarin een hele grote uitdaging. Want je krijgt bepaalde gebieden waar wonen en winkelen en specialistisch winkelen. Wil je die beweging creëren? En iemand is eigenaar bijvoorbeeld van een bepaald pand en die zou moeten verhuizen, ja, dan is dat ontzettend moeilijk. Dus wij zien bredere bewegingen die wij daarmee mogelijk moeten gaan maken. Voorzitter, als ik nog even een verduidelijkende vraag daarover mag stellen, is dat mogelijke nieuwe geld wat u dan laat onderzoeken vergelijkbaar met dat duurzaamheidsgeld in de zin van
we zien nieuw beleid op ons afkomen en daar willen we graag wat financiering voor hebben? Nee, nee, nee. Wij vragen ook aan het college om bij de kaderstelling een aantal scenario's te schetsen en daar ook middelen bij te hangen. Dus het gaat ons concreet om een aantal plannen en wat zou dat dan kosten? Of een aantal oplossingsrichtingen en wat voor middelen horen daarbij? Kort, voldoende? Ja. Op koerspunt nu. Zijn er nog vragen, opmerkingen die zijn blijven liggen voor u, die van belang zijn? Nee, op dit moment zijn er geen vragen van ons meer. Akkoord. Tot slot de fractie van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Luiten. Voorzitter, dank u wel. We hebben eigenlijk twee vragen aan het CDA. Ten eerste, u heeft iets genoemd over een eventuele raadsbrede incidentele bijdrage voor de minima. Ik heb daar niets meer over gehoord. En u weet, wij dragen de minima een warm hart toe. Dus we zijn heel benieuwd of dat dan nog komt. Het tweede is, heeft u ook onlangs nog geprofileerd als een zeer duurzame partij. Wij waren natuurlijk ontzettend verheugd om dat te horen, dat begrijpt u. Maar voor zo'n duurzame partij wil ik u nogmaals van harte uitnodigen om dan toch ook dat duurzaamheidsfonds te steunen. Want daar kan hele mooie dingen mee gebeuren de komende jaren, dat lijkt me duidelijk. Wat betreft de ChristenUnie, we hadden een beetje dezelfde vragen. Een eventuele Hardenberg-norm. In eerste instantie dacht ik, dat doet mij toch zeer aan Zalm, ene meneer Zalm denken. Maar na uw uitleg, dank u wel, dan wordt het toch nog steeds meer de Stelpstra-norm. Dus dan hebben we ook onze eigen norm, dat lijkt ons een heel goed idee. Dus wij praten daar graag over verder. Wat de VVD betreft, denk ik, meneer Gelling, ik hoor u nu al 2 jaar lang binnen en buiten deze zaal roepen dat het toch eens tijd wordt dat wij hier in dit stukje van het land, ik zal niet zeggen geheel vergeten, maar dat wij ambitieus worden en dat we het grote gebaar doen en dat het tijd wordt dat Hardenberg opgestuurd wordt in de vaart der volkeren. En dan begrijp ik eigenlijk niet dat we in dit geval niet ruiterlijk en ruimhartig uw steun aan dit duurzaamheidsfonds toezegt. Omdat dat is, ik geef u op een briefje, het begin van grote ambities en grote daden. Tot slot op koers, ook daar, ik heb u horen zeggen dat u ook voor duurzaamheid bent, maar dat draagvlak een voorwaarde is. En wat dat betreft denk ik, goh, op het moment dat wij zo'n fonds hebben en daar gaan meer partijen aan meedoen en we kunnen dat aan lokale initiatieven besteden, dan zou ik zeggen dat het draagvlak daarmee gegarandeerd. Dat was het, wat mij betreft. Dank u wel. Behoefte om te reageren, CDA-fractie, de heer Brugman. Ja, op een tweetal vragen. Laat ik met de laatste beginnen, want daar wil ik wat kort over zijn, gezien het feit dat we het duurzaamheidspunt eigenlijk hebben gehad. Maar de goede verstaander zal ook tijdens de kaderstelling in juni hebben gehoord dat ik daar heel nadrukkelijk heb aangegeven dat zelfs het CDA openstaat voor ontwikkelingen op duurzaamheid. En daar staan we nog steeds. Maar u moet niet binnen een paar maanden komen met 500.000 zonder een kader en doelstellingen. Dat gaat ons echt een stap te ver. Maar goed, die discussie hebben we in feite in de grote lijn al gehad. Voor wat betreft ons idee voor minima, waarin in 2017 middelen van het Rijk beschikbaar komen. Daarvan hebben wij 2 weken geleden gezegd, laten we nou het college vragen als ze nog incidenteel de mogelijkheid ziet om nu al met dat beleid te starten. En dat zou je dan kunnen dekken met een incidenteel middel of het college daartoe op kunnen roepen. Dat werd toen in grote getale van tafel geveegd. Dus vandaar dat ik niet hierheen ben gekomen met de motie van dit gaan we indienen. Maar als u op hetzelfde spoor zit en er komt nog een schorsing later vandaag, zou ik zeggen, laten we elkaar eens opzoeken. Akkoord, dank u wel. Anderen nog de behoefte om te reageren op de fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Gelling? Ja, voorzitter, heel kort. Want als wij VVD'ers het hebben over grootse ambitie en grote gebaren, dan denken wij niet gelijk aan windmolens. Wij denken dan aan andere zaken, aan ondernemersfondsen. We hebben ooit geopperd om een gezondheidsbedrijf te beginnen, om dat eens goed te doen. Desalniettemin, voorzitter, zijn we niet te kinderachtig geweest om ook in de discussie ter zake duurzaamheid grote ambities uit te spreken. En volgens mij hebben we het daar ook over. Het enige wat wij niet doen is blanco checks aanschrijven aan ieder die goede bedoelingen heeft. Maar daar, nogmaals, horen wij graag zo meteen eerst de wethouder over, alvorens wij daarover gaan beraadslagen. Akkoord. Volgens mij zijn we aan het einde gekomen van de tweede termijn. En vraag ik toch even voor de zorgvuldigheid of er nu behoefte is om moties, amendementen in te trekken dan wel te verwijderen. Dat is denk ik nog niet het geval.
Ik zie geen beweging van de zijde van uw raad. Dat betekent dat er nog steeds twee moties op tafel liggen en vijf amendementen. En dat het goed is om te kijken in de richting van het college. Is er behoefte aan een schorsing? Het college heeft behoefte aan een schorsing voor vijf minuten. En die ruimte zou ik willen geven. De vergadering is geschorst voor vijf minuten. Dames en heren, mag ik verzoeken om uw plaatsen opnieuw in te nemen? Dank. Dames en heren, geachte raadsleden, ik heropen de raadsvergadering van dinsdag 8 november 2016. We zijn toe aan de derde termijn van de begrotingsbehandeling 2017 en verder. De derde termijn wordt gebruikt door het college om in te gaan op datgene wat in is gebracht door de fracties. Met name ook de twee moties en de vijf amendementen. En ik wou als eerste het woord geven aan de heer De Vent. Dank u, voorzitter. Ik ga in op twee onderwerpen. Duurzaamheid, zal u niet verbazen. En de tweede, de amendement rondom de ombudsfunctie. Duurzaamheid, ik ben heel blij dat het thema zo vaak hier aan de orde komt. En dat zeg ik ook omdat we met elkaar diverse momenten afgelopen maanden hebben gedeeld dat we dat belangrijk vinden. Wel onder de nodige condities. Draagvlak is ook vanavond nog een keer gezegd. En we staan aan de vooravond van een hele mooie ambitie. Want als het goed is, heeft u kunnen zien dat wij voor de kerst met u die ambitie willen vaststellen. En dat zal een stevige ambitie zijn op basis van de sessies die we met elkaar hebben gehad, de informatierondes. Zodat we ook vol gas straks in 2017 aan de slag kunnen. Want er staan ook partijen nu te trappelen om met ons mee te doen. Ik heb het volgens mij al eerder geduid. Naar aanleiding van onze sessies heb ik contact gezocht met diverse organisaties. Het gebied van energie, COGAS, Rendo, Rova, is ook genoemd vanavond. Ook de corporaties. En vorige week nog Innexis. En die hebben allemaal gezegd, wij doen mee. Als jullie ook meedoen. Ik kom niet alleen om geld vragen, maar je moet ook geld meenemen. En je ambities ook echt met ons willen waarmaken. En ik vond het prachtig om te zien dat die energie bij al die partijen op dezelfde manier aanwezig was. En ik heb toen ook destijds al in de begroting laten zetten, die ton, die heb je nodig om het project, om de financiering aan te jagen. Dus we hebben een aanjager nodig, een verbindingsofficier, om een plan, programma te maken. En daarnaast, graag de raadsleden, hebben we ook geld nodig om die projecten uit te kunnen voeren. Om die cofinanciering, waar ik net op duidde, om die met elkaar te regelen. En dan heb je zeker wel een bedrag nodig wat in die richting gaat van die 5 ton. En misschien nog wel veel meer. Als we al onze ambities willen waarmaken. Want die partijen hebben gezegd, wij willen ervoor gaan, als jullie blijvend mee gaan doen, ook bij die projecten. En dan maken we daar een deal van, cofinanciering. Dus die 5 ton, ik heb er geen enkele illusie bij dat we dat niet zouden invullen. Dus ook niet met Tesla's. Excuses dat ik het zeg. Dat is niet in orde. Voorzitter. Mag ik een korte vraag stellen aan de portefeuillehouder? Dank u wel, voorzitter. De partijen die u noemt, plus dan de inspanning die de gemeente zou doen, dragen die dan aanzienlijk bij tot het behalen van de normen zoals we die zelf hebben afgesproken? Ik heb ze geduid waar we nu staan, waar we waarschijnlijk naartoe gaan met elkaar, dat we dat nog politiek met elkaar moeten vaststellen. Maar die lat, die gaan we hoger leggen, die heeft u ook met mij gedeeld, dat u dat graag wilt. En zij hebben gezegd, daar willen wij ons aan conformeren. Dus wij gaan meedoen. En meedoen is niet alleen al geld, is ook, kan ook in menskracht zijn, in deskundigheid. Maar geld is wel een essentiële voorwaarde voor dat meedoen. Dus wij hebben gezegd, dan is cofinanciering van projecten heel erg belangrijk. En daar hebben we die 5 ton van nodig. Dat is mij helder, voorzitter. Echter was de vraag, met die inspanningen worden dan, laat ik maar hard zeggen dan, worden dan die doelstellingen ook, wat u betreft, gehaald? Of is dat meer een richting die we dan op gaan? Nee, want de programmamanager, die krijgt een doel mee. Dat is de ambitie die wij hier met elkaar hebben vastgesteld. Alleen, om die doelstellingen te behalen, die gezamenlijke ambitie te behalen, maak je met elkaar ook gezamenlijk afspraken. Wat die partijen zeggen, wij doen mee, die vragen natuurlijk wel, what's in it for me? Zo simpel is dat natuurlijk. Dus daar ben ik absoluut niet ongerust over. Die 5 ton op een hele goede manier. En misschien hebben we straks nog wel meer geld nodig om die ambities
waar te kunnen gaan maken. Daar heb ik geen enkele onrust over, zou ik het maar zo zeggen. En over de financieringssystematiek, daar komt collega Janssen straks te spreken. Dus ja, mooi dat u met elkaar dat wilt. Wij willen erover gaan. We hebben ook geen tijd meer te verliezen. Want die partijen hebben ook nu gezegd, we staan nu in een goede stand, we willen nu meedoen, maar wacht niet te lang. Dus ik wil ook heel snel, na besluitvorming in december, aan de slag. En 2017, wat mij betreft, ook het transitiejaar voor wat betreft de energie. Niet alleen sociaal domein, maar ook energie. Het amendement nummer 4. Sociale ombudsfunctie. Ja, voorzitter. Ik kan wel wat vragen eigenlijk aan de wethouder over de duurzaamheidsonderwerp. Kan dat nog? Of moet ik wachten op... Wat mij betreft doet u dat nu. Ja, voorzitter, dank u wel dan. De opmerking dat u tenminste 500.000 euro nodig heeft en wellicht nog veel meer, stemt ons niet direct gerust. Te meer dan dat dat ook weer een breed gebaar is. En de onderbouwing daarvan blijft een beetje hangen. Te meer, en daar zeg ik een vraag aan u, waarom u dan maar 100.000 vraagt. Hè? Want u, in de begroting die u toch grotendeels zelf gemaakt heeft, die uit uw hand komt, heeft het over 100.000. En dan verbaast het mij wat dat u nu dan zegt, nou het is nog veel meer, dus waarom niet meer gevraagd. En twee, stel u de vraag, want u bent als lid van het college natuurlijk bij macht om namens iedereen te spreken. Vindt u het dan zo handig van uzelf, gezien de ontwikkelingen nu, om dan bij de presentatie van uw begroting heel breed te communiceren dat we in Hardenberg allemaal gedurende 3 jaar een tientje terug gaan krijgen uit afvalstoffenfondsen? Voorzitter, volgens mij is die laatste vraag heeft met twee verschillende zaken te maken. Dus ik zie even niet de relatie. Als het gaat om uw eerste vraag, denk ik, we hebben destijds die begroting vastgesteld in een veel eerder stadium. Toen was ik nog niet met al die partijen in onderhandeling in gesprek, waar ik net op duidde. En ik heb gemerkt, toen ik ze benaderde, dat ze zeiden van, nou, wij willen meegaan in uw plannen en ambities. Maar vergis je niet dan in het volume wat dat betekent in menskracht, middelen en geld. Dus ja, er is de laatste maand, de laatste 6 weken, een andere dynamiek ontstaan. Waardoor ik ervan overtuigd ben dat we die ambitie met elkaar kunnen gaan halen. Die we nog met elkaar moeten gaan delen. Maar dat vraagt wel meer dan we misschien aanvankelijk hadden begroot. Want ik heb ingezet op programmaplan. Mag ik er één vraag stellen? Want wat ik begrijp als u met partijen praat die in deze business actief zijn, dat die allemaal enorm enthousiast worden als u uw ambities op tafel legt. Maar in hoeverre zijn dat dan partijen die echt geld kosten? Hè? Want als u vraagt aan iemand die rekeningen verstuurt, en dat bedoelde ik net met die Tesla's die natuurlijk gaat kopen, dat hier al die adviseurs in de garage neerzetten, dan bent u heel snel uw geld kwijt, terwijl daar weinig effect uit gesorteerd wordt. En dat is de angst die wij heel sterk voelen. Ik begrijp best dat iedereen heel enthousiast is, dat mensen graag mee willen doen, want het is natuurlijk een behoorlijk bedrijfstak aan het worden. Maar houdt u dat regie en wat gaat er precies met die 500 of nog meer duizend euro gebeuren? Voorzitter, wat mij betreft, en ik kan niet helemaal vragen, kijk, ik ga dat geld niet op in adviesuren, laat ik dat maar heel plat zeggen. Wij willen die middelen juist stoppen in die projecten om onze doelstellingen te kunnen halen. En er zijn ook partijen die hebben gezegd, we zijn bereid om daar financieel aan bij te dragen, maar we zijn ook bereid om daar bij te dragen zelf in menskracht. Zonder daarvoor een rekening te sturen. Omdat we zelf ook onze ambities hebben. En die komen nu bij elkaar. Voorzitter, ik ga verder met amendement nummer 4. Bedrijf en arbeid. Sociale ombudsfunctie. Nou, u heeft volgens mij al een tijd geleden met elkaar gezegd, en dat was volgens mij ook unaniem, dat u met elkaar de functie wilt. En ik heb op uw verzoek ook een aantal scenario's uitgewerkt, 4-tal, om u een beeld te geven van hoe vorm en inhoud kan worden gegeven aan de functie. Dus we hebben ook gezegd, daar hoort natuurlijk ook een kostenplaatje bij. Alleen als het gaat om de invulling daarvan, hebben we een andere visie. We hebben ook gezegd, ga nou eerst aan de slag met dit nieuwe instrument, wat zijn meerwaarde nog zou moeten gaan bewijzen. Dat geldt voor elk nieuw instrument. Dus wat ons betreft, financier het dan met 3 keer 60 incidenteel. 17, 18, 19. En ga eind of halverwege 2019 of iets eerder een evaluatie doen om te kijken of de ombudsfunctie goed is geland. En of je dan met elkaar ook besluit, dan als raad of college, om de volgende stap weer te gaan maken. Ik zou willen zeggen, maak het niet te ingewikkeld met deze formule. We gaan naar 3 keer 60 incidenteel
dan houdt u zelf ook de handen vrij om uw evaluatie te doen en dan straks ook te kunnen bepalen in de toekomst gaan we daarmee verder. Dat is mijn reactie namens het college. Akkoord, dank u wel. Geen vragen, roep dat verder op. Dan wil ik voorstellen, ja, de heer Boersma. Ik heb een vraag van even over de orde. Ik zit me wat te verbazen over het volgende. Dit is mijn 7e begroting die ik meemaak, hier in dit huis. 1 keer als schaduwfractielid, de rest 6 jaar lang hier. En elke keer dat wij de begroting bespraken, was het de portefeuillehouder Financiën die als eerste het woord kreeg. En waarom wijkt u van die volgorde af? Kunt u daar wat over zeggen? Nou, dat is een besluit die het college heeft genomen. Daar zijn geen voorschriften voor. Vormvrij. En het leek ons, ik wil het wel uitleggen waarom dat is, als u daar behoefte aan heeft. De heer De Vente is inhoudelijk ingegaan op duurzaamheidsfonds. En nu komen de financiën aan de orde. Dat is de reden. En ik zou nu het woord willen geven aan de portefeuillehouder Financiën. En dat is de heer Jansen. Dank u wel. Wij zijn verheugd, dat willen we graag vooraf even zeggen, dat we blijkbaar het gelukt is om een begroting neer te leggen die op zich helder is. Want we hebben nog niet eerder en in de oriënterende ronde en in de begrotingsronde denk ik zo'n politieke discussie gehad als nu en zo weinig vragen die leiden naar de techniek. Enzovoort, om van, nou, waarom heb je dit gedaan, dan moet je dit niet wat anders doen. Dus de lijn die ik bespeur is dat de begroting in zijn opzet en in zijn duiding van waar willen we naartoe helder is. En ik pak hem dan ook gelijk maar op, ik zeg van, nou, daarmee hebt u de lat ook hoog gelegd. En dat betekent dat de organisatie moet proberen om ook volgend jaar op die lijn verder te gaan om daar te leveren. Dat is één. Twee. We hebben geprobeerd een heldere begroting te geven met duidelijke kaders. Dat hebt u zelf gedaan door te zeggen in het verleden van, Rijksgeld, OZB-gelden. En daarnaast hebben we afval die zijn eigen broek moet ophouden en riool die zijn eigen broek moet ophouden. En ik zie daar nu in wat voorstellen het een en ander schuiven. En ik van, nou, daar moeten we straks nog even over hebben. Ons zit nu nog dwars dat wij voor 2017 nog in de rode cijfers zitten. 2018, 19, 20 lijkt het beter met een paar voorbehouden van wat gaat het kabinet doen en wat gaat de economie doen. Maar dat hebben we gezegd. Dan ga ik naar de amendementen en de moties die er liggen. En dan duiken we op een probleem, zeg ik maar even. Dat heeft te maken met riool, dat heeft te maken met afval en sinds ik heel kort weet heeft het ook te maken met Gavi. Wat is er gebeurd? Er is, nou, de BPV heeft een aantal dingen gedaan waardoor we dingen anders opgeschreven moeten worden. Maar er is ook jurisprudentie ontstaan voor de rechter, zowel in Arnhem als de rechtbank als het Hof in Leeuwarden die zegt, denk erom, middelen die je met een doelbelasting hebt gehaald als daar is afval of riool, hoor je ook daarvoor te besteden en mag je daar niet meer uithalen voor andere middelen. In zijn algemeenheid mag dat niet, maar het is zelfs de vraag of dat voor het Gavi mag. Tot voor heel kort heb ik gedacht dat dat wel mocht, maar het college is geworden, net aan het begin van de vergadering, zegt hij, ja, maar let even op, voor zover wij kunnen nagaan is die 1-op-1... afkomstig uit de afvalstoffenheffing. En dat zou betekenen dat je voor de dekking van een aantal moties, amendementen, even zou moeten schuiven, wil je niet bij de rechter een groot risico lopen. Zo zit het er op dit moment in. Een aantal, volgens mij, zijn ze allemaal. Ja, stel, wilt u via de voorzitter spreken? Voorzitter. Ja. Volgens mij zijn alle amendementen zo'n beetje daarop gediend. Nou, en daarom wilde ik daar even op ingaan. En dat is toch wel een bezwarende factor waar wij niet omheen durven gaan en waarvan wij nu zeggen, je zou het risico niet moeten willen lopen. En dan zou je, als je een aantal dingen wilt, dat of nu niet doen of anders moeten financieren. Nou, met dat in mijn achterhoofd, dat je zomaar een rechter niet kan overroelen,
wil ik die amendementen en moties ook even bij langs. Ik pak ze maar even in volgorde. Meneer de voorzitter, mag ik toch even? Ja, meneer Boesma. Als je een slechte boodschap krijgt, dan luister je daarna niet meer en dat gebeurt bij mij. Dus daarom vraag ik toch het woord. We hebben een hele avond gesproken over bepaalde gelden uit riolering en AFI. En nu komt u met het verhaal en mijn vraag is, wanneer wist u dit en had u ons niet van tevoren kunnen informeren, dan hadden we een andere avond gehad. Het komt erg binnen wat u zegt en ik zou in de eerlijkheid gebied te hoor graag van u wanneer u dat wist. Volgens mij heeft de wethouder dat net aangegeven. Ik heb dat net precies gezegd. De wethouder heeft het ergens aan het begin van de vergadering. Ik zou graag van de wethouder willen horen, heeft hij geen tijd gehad om ons te informeren, zodat we een andere discussie, zodat we een andere politieke insteek hadden genomen dan ik nu hoor. Meneer Boesma, zou ik voor mogen stellen om eerst de wethouder de verklaring even te laten uitleggen en te kijken van welke mogelijkheden... Nee, dat heb ik gedaan, meneer de voorzitter. Meneer de wethouder gaat naar de amendementen. En daar heb ik op gewacht. Ik denk dat het juist is op dat punt u de vraag te stellen van, kunt u aangeven wanneer u dit wist? Ja, het was 7:02 of het was 7:01 op het moment dat ik hier binnenkwam. Beseft u dan niet wat er gebeurt nu? Tuurlijk besef ik wat er gebeurt. Zeker. En daarom begin ik er dus ook mee. En daarom hebben we net nog even een schorsing gehad om te kijken of we nog op een andere manier daar onderuit zouden kunnen komen. En dan zeg ik van nou, dat durven wij als volledige college op dit moment niet aan. En daarom komen we met die boodschap nu. Dit was iets wat we 14 dagen geleden niet wisten. En nu wel. Nou, dan is daar een verschil. Nou, voorzitter. Dat geeft niet. Maar laten, mag we eerst, ik voorstellen laten, om... laten we nou eerst even, voorzitter, als u goed... Ik wou het zeggen, ik zou voor willen stellen om de wethouder gelegenheid te geven om te kijken, want er zijn alternatieven denkbaar. Er is een politieke uitspraak gedaan, wat u wilt. Dus er is ruimte om daarover te discussiëren en dat mee te nemen in de afweging van de amendementen. Dus ik wou de wethouder de gelegenheid geven om dat verhaal even te vertellen. Ik kom daar bij de amendementen wel eens. Ik wou ze pakken vanaf welke het eerst op tafel is gekomen. Eerst komt die van het CDA en op koers over de OZB. Ik loop hem even langs. 4 × 550.000, omdat die toen relatief laag was. Nee, daarom ging het niet. Het ging erom omdat we geld nodig hadden en wij dat op 3 sporen wilden halen. Zeg maar, een van de sporen is ook dat helaas de burger ook iets moet doen. Het financiële meerjarenperspectief is dusdanig verbeterd dat de laatste verhoging niet doorgevoerd hoeft te worden. Nou, dat geldt niet voor 2017. En ik zie dan ook dat het CDA probeert om 2017 even eenmalig te halen. En daarvoor de Gavi wil inzetten. Nou, en dan kom ik dus op het probleem. Ik denk van, nou, dat zou ik dus niet durven. Die zou ik dus gewoon in de afvalstoffenheffing willen laten zitten. En dan zou dit niet kunnen. Reden te meer om het niet te doen is het feit dat wij in 2017 toch nog maar een behoorlijk tekort zitten. En we zeggen, als je dan zoiets zou willen doen, zou je dat vanaf 2018 moeten doen. Omdat dan er het zo lijkt te zijn dat wij structureel in de plus komen te zitten. Dus dat is reden voor het college om te zeggen, wij ontraden deze. We hebben nog wel een vraag. Wij hebben hem zo opgevat, en ik zit even te vragen of dat goed is, dat het CDA zegt voor 2017 hebben wij een specifieke dekking gezocht. Maar voor 2018, 19, 20 zouden wij hem wel uit de structurele plus willen halen. Want je kan hem natuurlijk niet structureel uit de afvalstoffenheffing halen. Klopt, voorzitter, dat hij er niet structureel uitgehaald kan worden. Alleen, we hebben voorgesteld om de belastingverhoging voor 2017 niet door te laten gaan, om daarin een consistent beleid te krijgen. Ja. En we zullen bij de begroting van 2018 natuurlijk opnieuw de afweging over de belastingen moeten maken. Nee, maar dan... En als inderdaad wat de wethouder nu ook zegt, hij ook in 2018 en verdere jaren meer financiële ruimte ziet, dan kan die inderdaad uit het overschot gehaald worden, maar dat beslissen we dan. Maar dat is inderdaad wel de insteek om met name de afvalstoffen, om de onroerende zaakbelasting, om die
te verlagen en ook structureel te verlagen. Dat is onze insteek. Nee, helder. Maar hebt u alleen maar de dekking incidenteel gezocht? Ik zou toch even graag een punt van orde willen maken. Ja. We hebben zeer de behoefte om even te schorsen naar de mededelingen die gedaan zijn. Omdat we ook eens willen kijken van hoe gaan we nu verder de vergadering in? Redden we dat vanavond nog? En over het proces willen wij even met elkaar spreken. Mag ik u voorstellen, want u kunt schorsen, maar het is wel belangrijk om voor die schorsing enige informatie te hebben om te kijken welke richting gaan we op. Dus ik zou toch willen voorstellen om de wethouder even de gelegenheid te geven om de alternatieve dekking aan te geven. Voorzitter, een aantal mensen hier voelt nu de dekking onder de ideeën wegvallen. We hebben 3 uur en een kwartier daarover gesproken. We hebben ook even kijken, redden we dat vanavond nog of moeten we het uitstellen naar een andere datum? Dus volgens mij is het goed om dat proces eerst even in te gaan. Dat is prima, akkoord. Misschien is het goed dat er is een alternatieve dekking, zeg maar, voorhanden. Dus dat u niet de discussie aangaat dat er geen alternatieve dekking zou zijn. Er is een alternatieve dekking, nee, zal door het college worden aangekomen. Voorzitter, het gaat om proces en daar willen we even met elkaar over spreken. Ja, prima. Dat is goed. Dan stel ik voor, hoeveel heeft u nodig qua schorsing? 10 minuten? Een kwartier graag. Een kwartier schorsen, tot 10:30. Ja. Dan schors ik de vergadering tot 10:30. Beste leden van de gemeenteraad van Hardenberg. De vergadering is geschorst. Ik heropen de vergadering. De heer Breukeman heeft gevraagd om een schorsing. Het woord is aan de heer Breukeman. Dank u wel, voorzitter. En ik heb in die zin ook behoefte om even te reageren als voorzitter van het presidium. Toch enigszins verbaasd te zijn door datgene wat ter tafel is gekomen. We willen daar ook met onze fracties eens nadrukkelijk over nadenken van wat zijn eventuele alternatieven. Misschien kan het college de tijd nemen om ook goed uit te zoeken of die gelden beschikbaar zijn of niet, of dat juridisch sluitend is of niet. Wij zouden nog wel graag het college de mogelijkheid willen geven om de beantwoording af te maken. Waarin denk ik weinig vragen van onze kant zijn of geen vragen, maar wij de informatie willen we graag tot ons nemen, zodat wij ook daarmee aan de slag kunnen. En dan stellen wij voor om daarna de vergadering te verdagen tot aanstaande maandag. Daar wil ik even bij laten. Akkoord, dat betekent dat nu de derde termijn, volgens mij als ik u goed begrijp, van het college afgerond kan worden. En dat we een vergadering gaan uitschrijven, een raadsvergadering gaan uitschrijven voor maandagavond aanstaande. Dat moet voor de 15e, of dat moet uiterlijk 15 moet dat bij de provincie, bij de toezichthouder binnen zijn. Dus dat kan, dat is op zich mogelijk. En de tussentijd ook te benutten om de ontbrekende informatie, zeg maar, die er is, om die boven tafel te krijgen en dat aan de raad ter beschikking te stellen. Akkoord, dat is het voorstel, dat zo gaan we doen. Het is 10:45, het college vragen om de beantwoording op zich te nemen verder. En we waren gebleven bij de heer Janssen vanuit de portefeuille Financiën. En we hadden het volgens mij over de alternatieve dekkingsmogelijkheden die aanwezig, al dan niet aanwezig zouden zijn. En ik zou de heer Janssen graag het woord willen geven. Dank u wel. Het eerste amendement had ik voor de pauze behandeld. Het tweede amendement gaat over de 282 van de Gavi-gelden en die pak ik dan even samen. Voorzitter, wellicht is het verstandig om de eerste ook even opnieuw te behandelen. Ik denk dat heel veel mensen gezien de commotie niet goed gehoord hebben. Dus als ik dat zou mogen voorstellen, procedureel, zou ik dat plezierig vinden. Ja. En dan vanaf het begin weer, in de zin van vanaf het eerste amendement. Ja, vanaf het eerste amendement. Om dat even opnieuw bij de kop te pakken, als dat lukt op dit moment. En het eerste amendement, dat was de motie van CDA-fractie op koerspunt nu, dacht ik. Dat gaat over de reserve afvalstof in 2017, extra dotatie. Waar we het over hebben gehad, in de begroting 2017 opgenomen verhoging van de OZB niet door te laten gaan en de minder opbrengsten te last te laten komen van de reserve afvalstof. En hiermee te besparen onroerende zaakbelasting van 30.000 in te zetten voor de vlaagbelasting. Dat is het eerste amendement om mee te beginnen. En ik probeerde net te zeggen dat het college dit amendement ontraadt.
vanwege de begrotingspositie 2017 en 2, dat het ons, als je het op deze manier zou willen doen, even los van het gaafje verhaal of het kan, dat we dan zeggen, dan zou je geld wat in afval zit, wat via de afvalstoffenheffing is binnengekomen, ook beter via de afvalstoffenheffing naar de burgers kunnen laten gaan. Omdat dat dan alle burgers treft en niet alleen de huizenbezitters. Maar het belangrijkste punt is hier dat wij op dit moment denken dat het, ook al zou je het zo willen, zo niet kunnen. Nou, en dan de derde is, we hebben een begrotingsdoctrine afgesproken waarin we zeggen afval blijft afval en riool blijft riool. Nou, ook in die zin zou je kunnen zeggen, dat zou je beter niet kunnen doen. Dat was het verhaal van de eerste. De tweede, die 282, om die af te lossen ter verbetering van de schuldpositie, ja, dat zouden we dan met een ander meevaller moeten doen, omdat je deze, als het klopt, en wij weten op dit moment niet beter dan dat het klopt, dat was de conclusie van onze time-out, dat we dat op deze manier zo niet zouden mogen doen, want dan lopen we kans dat we de gang naar de rechter krijgen. En dan de derde, over die 5 ton duurzaamheid, waar een breed gevoel is in de Raad van, daar zou je toch iets mee moeten doen. Waar collega René de Vent net om inhoudelijke reden heeft gezegd van, de ontwikkelingen zijn ook zodanig dat je iets zou moeten doen. Durven we het op dit moment dus niet aan om dat via de gaafiegelden te doen. En hebben we tegen elkaar gezegd van, ja, dan resten er voor zover wij dat zo gauw kunnen bezien 2 mogelijkheden. Of je pakt 3 keer 2 ton uit de structurele meevallers, de structurele overschot van 2018, 2019, 2020, dan pak je ook 6 ton. Want daar zit geld. En de tweede is, als je zegt, maar ik heb hem heel snel nodig, ja, dan zou je hem uit de algemene reserve moeten halen, daar waar de algemene reserve op dit moment iets groter is dan, dan de range 1,4. Daar zit nog een beetje ruimte in en daar zou je hem dan vooralsnog uit kunnen halen totdat je een betere dekking gevonden hebt. Dus dat zijn de 2 dingen die wij zo gauw konden vinden over deze motie. En dan de verlaging van de hondenbelasting, dat is de volgende. Het amendement op koers, ja, die loopt op hetzelfde, dat we zeggen van, als je het voor riool hebt binnengehaald, geef het dan ook via riool weer terug aan de mensen. En ga niet het geld wat je voor het ene hebt binnengehaald weer teruggeven via een hele andere weg, de hondenbelasting. En daar komt dus ook het verhaal bij van, ja, de rioolreserve is gemaakt met de rioolheffing en mag je die überhaupt hiervoor wel besteden? Dus precies hetzelfde argument. En dan hebben we nog de motie over de het verlichten van de woonlasten voor alle huishoudens. En die vraagt in de lijn van wat we hebben afgesproken van, we geven opdrachten mee voor de kaderstelling van het college, willen jullie eens even heel goed kijken of je met ingang van 2018 niet kunt komen tot een substantiële verlaging voor de huishoudens en dan structureel. Nou, die en dan binnen een paar grenzen van je mag niet boven de 130% schuldquote komen, die pakken we als opdrachten op en we laten u bij de kadernota zien wat we daarvan kunnen maken. Dat is wat ik nog over de amendementen wil te zeggen. Akkoord. En de motie inderdaad, hè, als laatste. De motie verlichting woonlasten voor alle huishoudens van de gemeente Hardenberg. Ik kijk even naar wethouder Prins of er nog vragen liggen. Niet zozeer in de moties, maar in de vragen die nog liggen voor uw portefeuille. Ja, voorzitter, er is één vraag over Balkbrug gesteld. Daar hebben we bij het coalitieakkoord hebben we daar 2 ton... voor centrumplannen Balkbrug vrijgemaakt. Die staan in de begroting voor 2019. En die waren met name
bedoeld voor wat fysieke dingen in Balkenbrug. Zo wil ik het maar even verwoorden om een paar projecten die daar spelen om die eventueel aan te jagen. Maar als u als raad een deel daarvan naar voren zou willen halen om de zaken waar de bruggenbouwers mee bezig zijn, ja, dan is dat aan u. De consequenties daarvan is dat je die eerder naar voren haalt en ja, daar zit dan een klein beetje rentenadeel zit daarop. Maar vanuit het college stuit dat niet op hele zwaarwegende bezwaren. We hebben dat ook bij investeringen in de sport hebben we dat afgelopen jaar gedaan, omdat we daar op de termijn wat voordelen bij hadden. Dus als u daar een deel van in zou willen zetten, als dat uw keuze is, dan kunnen wij ons daar wel in vinden. Akkoord. En volgens mij ligt er dan nog één motie. Dat is de motie 1. Die gaat over de centrumvisie en detailhandel. Structuurvisie, die wou ik met u goed vinden vannacht dit spreekgestoelte maar even beantwoorden vanuit de portefeuille economie, waarin raadsbreed wordt gevraagd om als onderdeel van de begroting 2017 de ingeplande 450.000 euro voor de nieuwe detailhandel structuurvisie, centrumvisie, de raad te voorzien van een aantal richtinggevende kaders en bij de kaderstelling daarover met de raad het gesprek aan te gaan. En ik heb in de toelichting begrepen, onder andere van de heer Stelstra, dat het gaat om plannen, scenario's en kosten die daarbij horen, om dat inzicht in te geven bij die scenario's. Volgens mij past die heel mooi inderdaad in de detail- en structuurvisie, waarin eigenlijk dat het voor Hardenberg in ieder geval wordt gedaan. Ook voor Delensvaart overigens. En ik denk dat het goed is om dat in die lijn dan ook die motie ook als een opdracht te zien om met die scenario's in uw richting te komen. Waarbij ik er nog wel bij zeg, maar dat had ik ook wel gehoord volgens mij van de heer Stelpstra, dat het niet zozeer gaat om ingeplande 450.000 euro, maar hij staat nog op het wensenlijstje. Dus hij moet nog wel vertaald worden in de begroting zelf. Dat we dat ook even scherp hebben met elkaar. Maar het college neemt die opdrachten aan. Het past ook in de lijn waarin we bezig zijn. Dus dat is wat ons betreft akkoord. Nou, volgens mij zijn we daar dan ook mee aan het einde van de derde termijn gekomen. Wij gaan nu niet verder, hebben we afgesproken. Dat betekent dat ik de vergadering niet sluit, maar dat ik de vergadering ga schorsen. En wij zullen een nieuwe vergadering uitschrijven voor maandagavond. Het voorstel zal zijn om 19:30 te beginnen, lijkt mij prima. De vergadering maandagavond om 19:30 te laten starten, maar daar krijgt u na de bericht van. En er zal u nog wat informatie worden toegestuurd ook vanuit het college. De vergadering is geschorst. Dank voor uw inbreng voor vanavond. En in ieder geval tot maandagavond. De vergadering is geschorst.